Welkom iedereen. Fijn dat jullie kijken vandaag naar de uitzending De Neofascistische Wortels van Forum voor Democratie. Een uitzending die wordt opgenomen in het kader van Marxisme Festival 2020, dat nu al een aantal weken digitaal plaatsvindt via Facebook en via YouTube. Ik ben Hans Spijker, ik ben lid van de Internationale Socialisten, voornamelijk actief voor de afdeling in Amsterdam. En ik ga vandaag in gesprek met Jeroen van der Starre, hoofdredacteur van De Socialist, de krant van de Internationale Socialisten. En bovendien hoofdredacteur van Socialisme.nu, de website van de Internationale Socialisten. Wij gaan het, zoals gezegd, vandaag hebben over de neofascistische wortels van Forum voor Democratie. We gaan het onder meer hebben over het fascisme, over nieuw rechts en hoe Forum voor Democratie zich verhoudt ten opzichte van de nieuwrechtse stroming. En het is een heel goed moment om dat nu te doen, omdat nu Forum voor Democratie zo'n 4 jaar lang bestaat als politieke partij, opgericht in 2016 door Thierry Baudet en Henk Otte. Daarvoor natuurlijk een denktank die onder andere achter het Oekraïne-referendum zat, dat ze samen met Geen Stijl als Geen Pijl wisten af te dwingen. En sinds 2016 zijn ze eigenlijk onderdeel geworden van het politieke en medialandschap. Ze hebben natuurlijk in 2017 twee zetels gewonnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens ook 2 jaar later tijdens de Provinciale Statenverkiezingen de 87 zetels van 570 zetels weten te winnen en daarmee de grootste partij werden tijdens die verkiezingen. 2 maanden daarna de 4e partij werden in de Europese parlementsverkiezingen. Een minder geslaagd resultaat dan verwacht, maar desalniettemin een grote winst voor de partij. Dus in meerdere opzichten hebben ze zetels in het land, in de Provinciale Staten, in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. En zoals ik ook zei, zijn ze onderdeel geworden van het medialandschap. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of je ziet niet een FVD'er of een surrogaat FVD'er aanschuiven bij een praatprogramma, in een radioshow. En als ik het heb over surrogaat FVD'ers, dan heb ik het bijvoorbeeld over figuren als Wierd Duk, een Sietske Bergsma, Leon de Winter. Mensen die heel erg sympathiseren met het FVD-gedachtegoed en dat ook niet onder stoelen of banken schuiven in hun columns, in kranten of als ze eens worden uitgenodigd tijdens een tv-show. En in diezelfde 4 jaar dat Forum voor Democratie actief is als politieke partij, hebben we natuurlijk ook veel gezien, of tenminste zijn ze ook veel in het nieuws gekomen vanwege racistische uitspraken, complottheorieën over cultuurmarxisme. Natuurlijk leugenachtige tweets van de partijleider Baudet onder meer. En dat heeft zich bijvoorbeeld meest recentelijk geuit in een tweet van Baudet over 4 mannen van met een Marokkaanse achtergrond die 2 vriendinnen van hem zouden lastiggevallen hebben. Wat achteraf helemaal niet waar bleek te zijn. En ook recentelijk zijn er bijvoorbeeld in een chatgroep waar heel veel JVD'ers actief waren, antisemitische uitingen uitgelekt die week in week uit gedaan werden en die eigenlijk nauwelijks door de andere JFVD'ers in die chatgroep werden bestreden of aangevallen. Dus dat werd kennelijk normaal gevonden. Maar dat soort momenten worden eigenlijk altijd in de media als incidenten beschreven, als iets wat de partij vooal schade berokkent. Je hebt een journalist, Chris Alberts, een politicoloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die schrijft nu een boek over de afgelopen 5 jaar, Forum voor Democratie. En die beschrijft eigenlijk hoe Forum voor Democratie, wat eigenlijk een politiek project is, dat vooral een soort van rechtsere variant probeerde te zijn op VVD, tenminste in zijn ogen, zichzelf vooral schadebrokken door uitspraken te doen over homeopathische verdunning. Een speech zoals die over de elf van Minerva en eigenlijk dat sindsdien die speech heeft plaatsgevonden, Forum voor Democratie dreigt te imploderen. En dat valt onder andere af te meten aan electoraal verlies, althans in de peilingen. Maar het idee dat
Forum voor Democratie eigenlijk een project is, een politiek project dat in de basis idealen heeft die legitiem zijn. Dus uit de euro willen stappen, uit de EU willen stappen, een nog inhumaner grensbeleid willen voeren dan de VVD. Maar dat ze zichzelf eigenlijk de nek omdraaien door onprofessioneel leiderschap en door een ego-strijd. Dat idee is nogal naïef, maar voert wel de boventoon in veel analyses in gevestigde media. En wij kijken anders tegen het politieke project van FVD aan. Wat die analyse dan is van ons, dat laat ik graag aan Jeroen om daar in ieder geval vast een voorzet over te geven van hoe wij eigenlijk Forum voor Democratie zien en hoe we dat politieke project analyseren van Baudet en de zijnen. Dat is het plan. Ja, dus, maar goed, hoe zie jij, waarom is bijvoorbeeld een analyse zoals dat van Chris Alberts, die eigenlijk min of meer zegt van Forum voor Democratie, je ziet dat sinds de L van Minerva speech eigenlijk bergafwaarts gaat. Hè, dat kan je aflezen aan de peilingen. Dat het in feite een ego-strijd is die voor de rest een politieke partij die in de basis... Ja, ik weet echt niet, hoe ziet hij eigenlijk dat politieke project Forum voor Democratie? Albers bedoel je? Ja. Nou ja, ik denk een beetje in lijn met ook Henk Otte, weet je wel. Henk Otte, en je ziet het bij meerdere rechtse figuren, die kijken naar FVD als een electorale extreemrechtse partij. Tenminste, dat zouden ze natuurlijk niet zo zeggen, maar een beetje in lijn met Wilders. Die in principe een nette partij is, die zich, weet je wel, in het parlementaire landschap beweegt en die ten doel hebben om zoveel mogelijk zetels te halen, vervolgens in de coalitieregering te komen en zo allemaal. En als je daar zo naar kijkt, ja, dan voor een Henk Otte, die heeft het dan over het boreale gelul waarmee Baudet dan zijn eigen glazen in zou gooien. En dan is niet te verklaren waarom er het ene na het andere relletje komt in alle gelederen van de partij met holocaustontkenning, met weet ik het wat voor bizarre uitspraken, met dogwhistles en het boreale gelul. Terwijl op het moment dat je gewoon naar die speeches gaat kijken, en dat is niet alleen maar van de afgelopen jaren, niet maar sinds de L van Minerva. Niet sinds de L van Minerva, maar sinds de homeopathische verdunning bijvoorbeeld. Er wordt er gezegd van oké, dat zijn uitspraken die uit verband zijn gerukt. Maar als je gewoon die speeches bekijkt, dan is dat onderdeel van een heel vast, duidelijk ideologisch verhaal wat in al dat soort speeches terugkomt. En dat is eigenlijk het verhaal van het Nederlandse volk staat onder druk, wordt aangevallen door vijandige elementen. En die komen van buiten voor een deel, namelijk door de islam en de immigratie. En dat is één geheel, hè? Dus hij haakt aan bij dat islamiseringsdiscours. Het zijn niet gewoon alleen maar mensen die van buiten komen, die hier in Nederland komen. Nee, het is echt een gecoördineerde groep. Dus de islam is een gecoördineerde groep, zijn onderdeel van een plan, hè, vanuit een soort van Europees plan, vanuit de multiculturele of de multiculturele elite, zoals het dan wordt genoemd. Hè, progressieve politici, die eigenlijk moedwillig migranten naar Nederland, Europa, andere westerse landen halen. Om de bevolking te verdunnen, te verzwakken. En op dat op allerlei manieren. En dus er is sprake van een externe vijand, dat zijn dus met name de moslims. Maar goed, dat kunnen heel makkelijk ook niet-gelovige moslims zijn. Dat kunnen heel makkelijk ook andere groepen zijn. En dus als het gaat om Afrikaanse migratie, dan wordt dat heel gauw op één lijn gesteld met de islam, terwijl het in heel veel gevallen helemaal niet terecht is. En aan de andere kant, dus intern. Hè? Dus feministen zijn heel erg een doelwit. Die dan zou door middel van het problematiseren van mannelijkheidsidealen of van hele rigide opvattingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk de waarden zouden ondermijnen of zo allemaal. En dat zou dan toeleiden naar een weinig resistente
bevolking, verzwakking, verdunning. En dat is onderdeel van een bepaald plan. Nou ja, dat is een ideologisch discours dat wel bekend is, denk ik. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij een partij als de PVV, hè, als het gaat om bijvoorbeeld dat complot van migranten en moslims die Nederland en die West-Europa zouden verzwakken. Martin Bosman die zich ook schaart achter dit hele Eurabië-complottheorie, ook een beetje uit de hoek van Bad Jeor, dat is een complottheoreticus waar zowel Baudet als Bosma, Bolkes zijn trouwens ook. Wilders ook. Ja, precies. Die zich daar ook wel achter scharen, die zich daar ook in kunnen vinden. Maar goed, die hangt dat dus ook aan en die noemt dat ook wel eens in uitspraken, maar ook in tweets ook. Maar hoe verschilt dan toch, je ziet dat dus een soortzelfde retoriek over moslims in ieder geval ook wel terugkeren bij de PVV. Maar hoe verschilt dat dan de PVV dan van Forum voor Democratie? Ik bedoel, wat zijn de, als je kijkt naar de partijen, hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar? Verschillen ze van elkaar? Ja, ik denk als je kijkt naar de puur de opvatting van de islam en de complottheorieën daaromheen, dat de verschillen niet zo heel groot zijn. Ook met Wilders en ook met een Fortuyn bijvoorbeeld. Een Fortuyn die ook al het had over de achterlijke islamitische cultuur. En ik denk dat dat woord cultuur heel belangrijk is. Wilders die zegt dat ook. Islam is geen religie, het is een totalitaire ideologie. Dus er is sprake van een bepaalde groep mensen. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ze precies geloven. Het maakt eigenlijk niet zo. Weet je, het is als de groep maar als zodanig herkend wordt. Daar gaat het eigenlijk om. Dus een heel racistische benadering. Mm-hmm. Waarin dus de islam, of de islam, moslims, eigenlijk neer worden gezet als een zeer homogene groep. Die je niet kan vertrouwen. Die een geheime agenda hebben. En bijvoorbeeld zo'n Hans Jansen, de wijle Arabist, ook een fan van die Bad Jeor. Die trok daar dan bijvoorbeeld het woord takia bij. Takia, dat is eigenlijk een tamelijk obscuur begrip uit de Sjiïtische islam. En dat wil zoveel zeggen als dat in situaties waarin jij als gelovige onderdrukt wordt, omwille van je geloof, dat het geoorloofd is om je geloof te verzwijgen, niet uit te dragen, dat soort zaken. En daar moet een soort van speciale bepaling voor zijn, want elk geloof ongeveer zegt je moet altijd eerlijk zijn en je moet evangeliseren, et cetera, et cetera. Maar ja, als dat je leven kan kosten, is dat niet zo'n goede manier om te overleven als dit soort dingen zijn bijvoorbeeld christenen in het Romeinse Rijk. In andere situaties zie je dit soort dingen ook. Maar dat werd dan uitgelicht om te zeggen van zie je wel, in de islam staat dat moslims moeten liegen, of mogen liegen. En dus ook moeten liegen. Dus je kan niet vertrouwen wat ze zeggen. En dat noemden ze dan takia over takia. Geen stel, die kwam er ook heel erg op. Ze liegen. En als ze ontkennen dat ze liegen, dan liegen ze opnieuw. Dus het maakt niet uit wat de moslim doet. Het maakt niet uit wat de moslim zegt. De enige die je kan vertrouwen, dat zijn de extreemrechtse deskundigen over de islam. Want die weten wel hoe het zit. Ja, en dat. Je zou dat ook zo ver kunnen trekken dat je zegt van al die migranten die van het Afrikaanse continent komen en die niet zeggen moslim te zijn, die kunnen daar in feite ook over liggen. Ja. Dus die kun je dan ook gewoon meenemen in die hele complottheorie van Turkije. Ja, en daarom ging het ook over de islamitische cultuur voor iemand als Wilders. Maakt helemaal niet uit of iemand echt geloofde. Dat heeft hangt veel meer samen met waar je vandaan komt in feite. Dat is het verhaal. En het is ook niet iets waar je uit kon stappen. Fortuyn was al heel erg duidelijk over. Je kan niet zomaar je cultuur afschudden. Je wordt daarin geboren. Zelfs al ben je tweede, derde generatie Nederlander, dan nog, weet je wel, blijf je vastzitten in die zogenaamde homogene cultuur, zeg maar. Wat dat betreft doet het erg denken ook aan. Ik kwam bijvoorbeeld een boek tegen van Alfred Rosenberg, de nazi-ideoloog. Die heeft een interessant boek geschreven over de Talmud, waarin hij ook zegt van het Jodendom, dat is eigenlijk, maar niet zo, komt voort uit de Joodse volksaard. Dus het maakt niet uit of een Jood gelovig is of niet. Je kan naar de Talmud kijken, dat is het ergste boek ooit.
Wilde zou zeggen, de Koran is Mein Kampf, Rosenberg Bergzeit is gewoon het meest verdorven boek uit heel de geschiedenis. En ja, het komt voort uit dat volk, dus of ze nou geloven of niet, maakt niet uit. En, ja, zoiets. Dat heet dan religie. Ja, maar goed, dan wel bij allebei de partijen dus heel veel complottheorieën over moslims en dergelijke. Ja, dus op dat niveau is er niet echt een verschil, zou ik zeggen, tussen die twee partijen. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling en de manier waarop ze zich organiseren, is een heel groot verschil, denk ik. En ik denk wat dat betreft, wat je net al zei, weet je, het Oekraïne-referendum een heel belangrijk moment is geweest. Omdat eigenlijk Wilders al een hele tijd, ja goed, uiteindelijk het stokje had overgenomen van Fortuyn. In die zin dat er meerdere copycats zijn geweest na de moord op Fortuyn. Wilders werd een beetje de succesvolle opvolger in die zin. En ja, zijn perspectief was om vooral niet dezelfde fouten te maken als de LPF heeft gemaakt. Dus vooral niet een partij op te richten, omdat hij gewoon wist, en dat gebeurde bij de LPF natuurlijk, je krijgt allerlei carrièrejagers, je krijgt allerlei kleine baasjes, je krijgt neonazies, je krijgt allerlei figuren in je gelederen. En het wordt één grote clusterfuck, je kan het niet meer controleren, je krijgt ruzie, allerlei dingen die er niet goed uitzien in de media. Dus dat is wat Wilders heeft willen voorkomen. Tot onvrede van bijvoorbeeld een Hero Brinkman en een aantal andere aanhangers van hem. Maar de gok die daarachter zat was dat hij gewoon op basis van zijn media-aanwezigheid, gewoon op basis van zijn electorale werk in feite, in één keer de grootste kon gaan worden in de verkiezingen. En vervolgens dan andere partijen zich gedwongen zouden zien om dan te zeggen van dus kiezer heeft gesproken, dus er komt ook premier Wilders. En dat dan CDA en VVD met name zouden zeggen van oké, we gaan een coalitie vormen. Ja, op een gegeven moment werd gewoon steeds duidelijker dat moment nooit ging aanbreken. De laatste verkiezingen, de laatste Tweede Kamerverkiezingen, was het heel duidelijk dat VVD en CDA vrij succesvol waren in gedeeltelijk het kopiëren van elementen van het programma van Wilders. Dus meer anti-islam, meer anti-vluchtelingen, migranten. Gewoon nationalistischer. Hè? Dus het CDA kwam ook met een heel verhaal over het volkslied in de kras en dat soort shit. Mm-hmm. En tegelijkertijd gingen ze ook zeggen, we gaan niet met Wilders regeren. Dus ja, een deel van de achterban van Wilders heeft toen gewoon gekozen voor CDA of VVD met het idee van, dan krijgen we een rechtskabinet met een deel van wat we willen. Mm-hmm. Maar ja, dat leverde wel. Opnieuw stelde dat de vraag van ja, oké, maar wanneer gaat Wilders dan aan de macht komen? Hè? Vanuit het perspectief van zijn achterban. En ja, hij is nu al een van de langzittende politici natuurlijk in het parlement. Dus dat liep een beetje op zijn einde. Tegelijkertijd had Wilders en voor hem Pim Fortuyn nogal een breekijzersfunctie vervuld. In de jaren 90, dus is heel veel mis geweest met een soort van Nederlandse tolerantie en het obligate antiracisme wat we hebben gezien, was flinterdun, maar er was wel een soort idee van al te naakt racisme, dat doe je niet, weet je. CD, CP86 in de jaren 90, daar was een hoop ophef over, het racisme van Bolkestein in die periode, daar werden grote demonstraties tegen georganiseerd. Wat Pim Fortuyn eigenlijk heeft gedaan, en later Wilders, is het normaliseren van dat racisme tegen moslims. En in het kielzog daarvan is er een veel bredere soort van extreemrechtse beweging ontstaan, die niet zozeer georganiseerd is in neonazi-groepjes, maar met name georganiseerd is in mediakanalen. Dus ik denk dat Geen Stijl daar een heel belangrijk in is, die in 2004 zijn opgericht. En ook een van de, nou, heel erg de moslim hebben uitgedragen, heel erg anti-links hebben uitgedragen. Ja, vervolgens zijn dat er steeds meer geworden, dus de Post Online is daar een van. De Telegraaf is dat natuurlijk steeds meer gaan overnemen. Wierd Duk is daar de centrale figuur van geworden sinds die over is gestapt naar de Telegraaf. En de laatste jaren is het helemaal losgegaan met een neofascistische uitgeverij, De Blauwe Tijger, waar nu ook een YouTube-kanaal hebben waar dus echte
hardcore neonazi's aanschuiven en zo. Dus dat is een veel bredere beweging geworden. Café Weltschmerz, niet te vergeten. Maar ja, wat dat betreft, dat was een breder milieu aan het worden. Maar die konden zich niet organiseren binnen de PVV. Die konden verder niet echt wat doen. Dus die gingen zoeken naar manieren om iets te ondernemen. En ik denk dat je het Oekraïne-referendum als zo'n soort van probeersel kunt zien. Van oké, kunnen wij toch interveneren op het landelijk niveau in de politiek? Nou, dat is heel succesvol gebleken vanuit hun perspectief. Mm. En ja, op dat moment zag je dus dat je twee of drie initiatiefjes, drie partijtjes kreeg. Die dachten van, hé, dan gaan wij een nieuw alternatief vormen voor de PVV. Ja, maar dan wel met... Wat is het? Geen pijl? Wat een soort van een heel vreemd project is dat? Dat kwam eigenlijk sowieso niet van de grond. Ja, maar dat was Milan Dijkgraaf. Dat was wel heel geestig. Ja, was mensen die konden als een soort van stemcomputer fungeren. Een heel vreemd project. Maar in ieder geval, Jan Roos werd nog over getwijfeld of hij een zetel zou krijgen. En dus Hiddema en Baudet destijds, die eigenlijk voortvloeiden uit dat Oekraïne-referendum. Ja. Waar dus Baudet en Hiddema uiteindelijk degene werden die daadwerkelijk ook de Tweede Kamer in kwamen. Ja. Ja. En ik denk ook logisch in die zin dat Baudet veel meer een ideologie heeft. Daar, wat dat betreft, denk ik al op een strategischere manier binnen dat extreemrechtse landschap stond. Denktank oprichten. Hij was al bezig met allerlei extreemrechtstuig, een podium te geven. Bijeenkomst aan de bijeenkomst, allerlei figuren, dus een bierkelder. Het is geen bierkelder, dus een kelder in. En een soort van netwerk creëren. En dus die zat daar wat strategischer in. Ja, en sindsdien heeft hij, ik denk ook gewoon weer vanuit de soort van terreur vanuit extreemrechtse media, de veronderstelde linksheid van de mainstream media, gewoon afgedwongen dat ze permanente aandacht hebben, dat ze geen weerwoord krijgen, dat elke kritiek is demonisering en zo allemaal. Mm-hmm. Ja, en ze hebben dus ook in die periode dat ze een politieke partij zijn, heel anders dan de PVV bijvoorbeeld ook een jongere tak opgericht. De JFVD, jongeren FVD, denk ik, Jonge Vorm voor Democratie. En die hebben zich eigenlijk ook in de afgelopen jaren als een soort van verlengstuk getoond van Baudet's, of tenminste van neofascistische ideologie in het algemeen. Ik denk dat we dat heel duidelijk hebben kunnen zien ook tijdens de afgelopen 2 jaar bij de congressen voornamelijk, waar dat een soort van festijn is van neofascistische retoriek. Met name dan een grote rol die dan wordt gespeeld door Freek Jansen daarin, de voorzitter ook van de JFVD, die naar het schijnt ook best wel veel met Baudet, als het gaat om het schrijven van speeches en zo, samenwerkt met hem. Althans, dat werd beweerd door Dorien Rookmaker, die uiteindelijk ook uit de FVD is gestapt. En die stelde... Ja, en die stelde ook echt dat hij invloed uitwerkt op Baudet. Nou, daar kan je vraagtekens bij plaatsen, maar... Het mag wel duidelijk zijn dat die twee veel invloed op elkaar hebben. En dat eigenlijk wat Baudet uitdraagt in tweets en in speeches en dergelijke, dat zie je ook heel duidelijk bij de JFVD terechtkomen. Dat is niet een soort tegenstribbelaar of een soort van dwarsliggende PJO, zoals je het wel eens hebt bij andere PJO's. Dat is gewoon in principe een verlengstuk van. Tenminste, ik zelf vind dat het soms nog wel eens duidelijker of tenminste naakter is dan wat je bij FVD zelf ziet. Als je nu gewoon naar de conferenties kijkt van de JFVD. We gaan straks ook naar een speech kijken van Freek Jansen en daar bij stilstaan. Maar voordat ik dat doe, denk ik dat het gewoon goed is om ook stil te staan wat er zoal voorbij komt bij JFVD-conferenties. Waarbij je ziet van wat jij net noemde, die complottheorieën over moslims en migranten die West-Europa zouden verzwakken, de cultuur zouden verstoren, de Nederlander zouden verdunnen. Dat
zie je tijdens die congressen dat daar ook echt een legitimiteit aan probeert te geven in de vorm van bijvoorbeeld mensen die als wetenschapper worden neergezet. Mijn eigen, tenminste waar ik zelf, wat ik zelf best wel stuitend vond een jaar geleden in 2019 toen het JFD-congres in Amsterdam plaatsvond, was dat ze daar een wetenschapper hadden uitgenodigd om eigenlijk een wetenschappelijke legitimiteit te verlenen aan het idee dat het westerse IQ of westerse intellect duidelijk en wetenschappelijk aantoonbaar te lijden had onder het feit dat we heel veel migranten naar Europa komen. En dat was onder andere te zien aan het feit dat we geen grensverleggende uitvindingen meer doen. Dus we hebben geen stoomtrein die meer wordt uitgevonden. Nee, het enige wat we zien is dat er een iPhone, een nieuw model wordt gemaakt. Maar telkens maar weer een soort van dezelfde kopie met hier en daar wat extra functionaliteit. Dus dat, nou ja, dat toonde volgens hem aan dat we... Kan niet anders dan aan het algemene niveau. Precies. Dus daar moest hij een verklaring voor vinden. En je zag het ook in het gewoon vervallende kunsten. En ook juristen die niet deugden. En allerlei zaken die hij erbij haalde. Maar ik haal dat nu even specifiek aan. Die figuur die ze toen op het podium haalde was Jan ten Nijenhuis. En ik haal hem nu even in het bijzonder aan. Omdat destijds is heel erg onderbelicht gebleven bij wat voor figuur dat was. En dat was iemand die gewoon met beide benen in een netwerk staat van wetenschappers, pseudowetenschappers die eigenlijk ook aan andere nieuwrechtse bewegingen over de hele wereld, dus niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en in Engeland en in de Verenigde Staten, eigenlijk een constante productie van onderzoek. De ether inslingen waarbij het onder andere gaat over IQ-verschillen tussen zwart en wit op basis van etniciteit. Maar ook in het geval van de Jan ten Nijenhuis werkte die samen met een figuur Edward Dutton, die bijvoorbeeld beweerde dat cultuurmarxisme en marxistische ideologie en Freudiaanse psychologie, dat onderdelen zouden zijn van een Joodse overlevingsstrategie. Hè? Dus echt dat niveau van antisemitisme. En, antisemitisme, rasleer en complot. Ja, en wat ik daarmee probeer te zeggen is dat toen dus heel bewust zo'n figuur Jan ten Nijenhuis, die donders goed weet met wie die samenwerkt, dus met antisemieten zoals Edward Dutton en andere rassengeleerden, dat die wordt aangehaald door de JFWD om daar te spreken over de neergang van de westerse cultuur. Dus dat je ook echt ziet dat ze dusdanig ver gaan dat ze gewoon eigenlijk de rassenleer reanimeren. Nou ja, zo'n Jan ten Nijenhuis die zou je niet zo snel, minder snel kunnen betrappen op echte theorieën over Joodse overlevingsstrategieën. Zo handig zijn ze, is hij dan wel weer om het daar wat minder nadrukkelijk over te hebben, maar tegelijkertijd wel bij congressen over eugenetica aanwezig in het geheim in Londen tot twee keer toe. Ja. Geef maar aan hoe serieus, hoe diep zo'n partij als de JVD daarin zit. Dat ze zelfs zich... Dit vinden ze een heel belangrijk issue. Dit is voor hun een van de speerpunten. Je zag dat bij Jernas Ramatarsing, die in opspraak raakte over zijn opmerkingen over ras en IQ. Mm-hmm. Vervolgens over de relatie tussen homoseksualiteit en IQ. Daardoor moest hij toen het veld ruimen in die zin. Er werd gezegd van hij is weg. Ze hebben hem van de lijst gehaald voor de verkiezingen van de gemeenteraad. En een half jaar later was hij weer terug. Maar wat opviel is dat ze hem heel lang hebben verdedigd. Mm. En vervolgens kreeg hij nog een akkefietje bij een verkiezingsdebat. Waar dan hij dan het podium bestormde en dan de boel wel even moest gaan rechtzetten, want hij had zogenaamd niks fout gedaan. Maar ja, elke andere politieke partij zou met uitspraken over fucking rassenleer onmiddellijk aan de bel trekken, onmiddellijk zeggen van joh, dit moeten we niet hebben. In het geval van FVD hebben ze Ramatarsing heel lang verdedigd en is nu gewoon weer helemaal terug van weg geweest. Maar ze hebben ook het gesprek met Jared Taylor
beruchte Amerikaanse rassengeleerde, ook een antisemiet. Dezelfde soort van categorie waar Baudet dus 5 uur lang mee heeft gedineerd aan het begin van zijn politieke carrière. En je ziet het heel duidelijk in de verhoudingen tussen Baudet en FVD meer in het algemeen en een Joost Niemöller. Hm. Joost Niemöller is ook een rassengeleerde, is een beruchte rechtsextremist. Iemand die zich ook daadwerkelijk schaart in de, diezelfde soort van rassenleer die jij beschrijft. Hij is ook fan, echt die Joodse overlevingsstrategie waar hij zich wel ongeveer in kan vinden. Joden zelf hebben natuurlijk, hè, dus je kunt zeggen, elke etnische groep heeft een eigen overlevingsstrategie. Mm-hmm. Hè, want ik denk evolutionair. Dus waar het om gaat is het doorgeven van genen. Yeah. Dus een bepaalde groep die heeft daar een bepaalde strategie. Dat is een wat langer gelezen, een interessant boek, dat heb ik net gelezen van Kevin McDonald, dat is een Amerikaanse professor, en die heeft die Joodse overlevingsstrategie in beeld gebracht. En die heeft gezegd, kijk, wat Joden doen is eigenlijk, en dat is eigenlijk heel slim, ze willen zich zo min mogelijk als Joden voordoen, want ze hebben ervaring dat dat slecht voor ze uitpakt, niet alleen Hitler, maar daarvoor een enorme geschiedenis. Dus, maar intern wel, want intern is het wel van belang dat je als Joodse groep blijft voorbestaan. Dus ze hebben dubbele strategieën. Naar buiten toe, een andere. Nou goed. Hij noemde zo'n Kevin McDonald, wat een neonazi is. Ja, dat is de radicalere variant van Jared Taylor. Ja, ja, precies. Die is nog explicieter in zijn antisemitisme dan Jared Taylor. Jared Taylor zegt dat hij gewoon geen probleem heeft met Joden om vervolgens wel al die onzinwetenschap te verspreiden natuurlijk. Het liberalisme en al dat soort dingen, alles wat Baudet dan cultuurmarxisme noemt, dat plaatst die McDonald dus onder het Jodendom. Of althans, die noemt het ook cultuurmarxisme, maar je zegt het is een Joods complot en dat volgt vanuit hun soort van darwinistische, evolutionaire overlevingsstrategie. En dat is dus, daar zit dus het complot achter om de hele wereld te, door middel van rassenvermenging, et cetera, te ontwrichten. Dus dat is echt expliciete neonazi-ideologie die daarachter steekt. Ja, het vuile van die, wat dat betreft ook die wetenschappers of die pseudowetenschappers die dat soort artikelen uitbrengen en dergelijke, dat ze worden ook daadwerkelijk gepubliceerd of hebben een tijdschrift zoals Intelligence bij Elsevier. Dus op het moment dat je zo'n artikel van die lui opzoekt, van echt antisemieten, van rassengeleerden, van mensen die beweren dat er genetische verschillen zijn tussen zwarte mensen en witte mensen, dan zie je dus een Elsevier logo boven dat artikel prijken. Nou ja, de logische, tenminste het eerste beste wat je zou moeten doen als iemand die zich wel serieus neemt en zich met eenzelfde vakgebied bezighoudt, is dat je die wetenschap terzijde schuift op het moment dat je erachter komt dat het een stel antisemieten zijn. Maar ja, op het moment dat je niet ingaat of niet ingaat in wat ze eigenlijk schrijven, ja, dan kunnen mensen zoals Unramar Tarzing, die het aanhaalt als wetenschappelijke waarheid, zeggen, ja, kijk eens, die linkse lui met een politieke correctheid, die willen gewoon, ja, wij doen gewoon onderzoek. En als die werkelijkheid niet prettig blijkt te zijn, ja, dat is niet aan de wetenschap. Ja, dat is dan jammer. Goed, nou, het IQ-woord is al een tijdje, gevallen. En het IQ-woord, dat zal nog wel wat vaker vallen. Dus ik heb er even een trigger warning ingezet voor het geval er ook social justice warriors zitten te luisteren. Ja, oké. Okay. Ja, social justice warriors, dat zijn mensen met een fobie voor de feiten. En natuurlijk de praktijk is, op het moment dat je gaat kijken naar datasets dan, van dat soort lui die het hebben over Joodse overlevingsstrategieën, klopt er natuurlijk helemaal geen, klopt er niks van. Klopt er niks van de theorieën of de data die ze aanhalen om bepaalde theorieën te onderschrijven. Maar het is wel heel kwalijk dat een Elsevier, een derde grootste, of tenminste in de top 3 grootste wetenschappelijke uitgeverijen, dat die zich lenen voor het uitgeven van, eigenlijk gewoon naoorlogse rassenleer. Want ik bedoel, heel anders is dat niet. Maar het is heel prettig voor Forum voor Democratie en hun aanhangers dat het er is. Want ze kunnen daar constant natuurlijk mee schermen met die pseudowetenschap. Ja, precies. En je ziet dus wel wat dat betreft iets van een verschuiving.
Valt mij op in ieder geval. Mm. En jij noemde al van JFVD-congressen, die zijn wat radicaler dan de FVD-congressen. Mm. Maar ik denk dat je historisch, of althans over de afgelopen paar jaren ook al een verschuiving in ziet. Dus de eerste congressen was heel veel van de FVD-congressen. Mm. Hield Baudet gewoon zijn volkertje neofascistische speech over de... De etnische verdunning en weet ik het wat allemaal, of homeopathisch, whatever. Mm-hmm. Maar er kwamen ook allerlei gewoon soort van rechtsere VVD'ers met je typische onzinpraatjes, gewoon wollige onzinpraatjes die je op elk politieke partijcongres wel tegenhoudt als garnering. Weet je zoals wel. De voorzitter van de Tweede Kamer. Dat was bij JFVD, oh, ja precies. Ja, ja. Dat was Khadija Riep die daar kwam. Ze hadden toen ook Ruud de Wild, radio DJ. Dat is echt een beetje wat zichzelf normaliseren. Dus je neemt een paar echte hardcore rechtsextremisten, echt een paar neofascistische speeches. En je neemt gewoon wat van dat soort garnering. Bij dat congres, wat je net noemde, het JFVD-congres uit 2018, dat was ergens aan het strand, ik geloof Zandvoort. Zandvoort, ja. Daar hield Freek Jansen ook een speech. En dat was dan ook wel typisch van, je hield een heel verhaal van... We zijn net begonnen met JFVD en wat gaat het goed en wat hebben we aan? Zoveel nieuwe leden en het is fantastisch. Maar ja, en andere partijen die doen het toch heel anders, want die hebben een praatgroepje hier en overlegje daar. Wij gaan dat niet doen, wij zijn van de actie. Met andere woorden, er is helemaal, en dat bleek dus ook in de uitwerking, er is helemaal niks als wat ook maar, er wordt niet eens gestemd op zo'n bijeenkomst. Er is niks van interne democratie, er is gewoon... een aangewezen bestuurtje, die hebben het voor het zeggen. En daarnaast heb je iets van, ik geloof 12 hubs, zoals ze dat dan noemen. Dat zijn een soort afdelingen. En daar worden hubleiders van aangewezen. Dat is van de JFVD, hè? Van de JFVD. Ja, dat is gewoon het Führerprincipe, weet je wel. Het is gewoon de vertrouweling van Baudet, die is de voorzitter. En dan vervolgens worden de groepsleiders worden van bovenaf aangewezen. Hmm. Ja, je haalde het al net even aan, 2018, Zandvoort. We hebben het nu al een tijdje gehad dus over JVD's, over FVD, over wat ze vooral voor neofascistische retoriek uiten. Dat is wij die over hun spreken, maar ze kunnen ook prima laten zien zelf hoe ze die retoriek eigenlijk uiten. Kijken. Dus we gaan even tv kijken inderdaad. En zoals jullie misschien al wel hebben gemerkt, is JVD best wel anders dan veel andere jongerenverenigingen. Veel anderen hebben allemaal vergaderclubjes en bestuurtjes die het niet met elkaar eens zijn. En dan hebben ze weer ruzie hier en daar en daar. Dat gaan wij niet doen. Dat vinden we onzin, dat vinden we niet ten dienste komen aan het doel wat we eigenlijk hebben. Want we kunnen wel iedere dag gaan hebben over 2% meer of minder koopkracht. Of die belasting omhoog en die omlaag. En we kunnen ook wel... weemoedig stilstaan bij alles wat er fout gaat in de wereld, over de immigratie en de Europese Unie. En over allemaal dat soort dingen, het verlies van onze cultuur, de vernietiging van onze steden door moderne architectuur en moderne kunst. Maar dat raakt allemaal niet de kern. Want waar het echt om gaat, is dat er al, dat we zitten, het is een veel groter probleem, het is een onderliggend probleem. Het is zelfs een metafysisch, zelfs wel een spiritueel probleem. Een spiritueel probleem. Weet je, nou ja, dit is al heel, heel typisch. Dus de EU, de immigratie, de vernietiging van onze fucking steden door architectuur. Hoe ik me dat precies moet voorstellen, weet ik niet. Of nou ja, goed, ik ken de theorie natuurlijk. Mm. Het is allemaal uiting van hetzelfde. Wat natuurlijk een tamelijk absurde claim is, maar dat klinkt natuurlijk wel lekker. En dat heeft een spiritueel karakter nog zelfs. En al 100 jaar lang wordt er een stille oorlog tegen ons gevoerd. Terwijl mensen het niet weten, terwijl mensen het ook helemaal niet willen, worden wij van binnenuit aangevallen. En we zien haar effecten in alle delen van het leven. Het is een oorlog die tegen ons wordt gevoerd zonder bommen en geweren, maar wiens effecten dieper snijden dan welke kogel dan ook. Maar hier praat hij dus Baudet in feite gewoon na. We worden aangevallen en alles wat we niet leuk vinden is onderdeel van die aanval. Ja, en van intern dus komt het gevaar eigenlijk. Ja, we hebben het net over externe gevaren gehad, dus, over de migratiestromen. Maar er is iets interns wat ons verzwakt. Ja. Namelijk dat we niet ons bewust zijn en dat we ons niet als één volk
verdedigen tegen al die kwade invloeden. Maar nou, dat we feministisch zijn of antiracistisch en mensenrechten en moderne kunst en dat soort dingen. Maar niet alleen maar naar Wagner luisteren. En het is een strijd waarin de gevolgen aan de oppervlakte chaotisch lijken en waarin ze geen enkel verband lijken te hebben. Maar daarachter ligt een heel coherent, eenduidig idee. En dat is namelijk een project om een nieuwe mens te creëren. Om de Europese bevolkingen in hun kern essentieel te veranderen. Om ervoor te zorgen dat wij nooit meer onszelf zullen zijn. Nou, dus dit is weer de telehomeopathische verdunning, weet je. Wat is de essentie van de mens? Ja, dat is de etnische component. Dat is heel duidelijk hieruit. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Het verzwakken van het Arische ras, in feite. Dat is, en dat kan je niet zeggen in die bewoordingen, maar dat is wel waar het hier over gaat. En het is een heel succesvol project. En we zien ook in het dagelijks leven hoe het nu zijn vruchten afwerpt. We zien een mens die altijd kritisch is en die altijd onrecht overal ziet en nergens meer verbintenis mee voelt. Geen enkele hiërarchie meer boven zich duldt. En mensen die hun identiteit volledig ontlenen aan de hype van de maand. En overal worden we geconfronteerd met deze mensen. Jullie kennen ze ongetwijfeld allemaal. Het zijn onze generatiegenoten. Ja, dat is wel interessant, toch? Dus het gaat over decadentie. Eigenlijk, zo wordt het dan traditioneel genoemd, we zijn te decadent geworden, maar kritiek valt daar ook onder. Mm. Weet je, we zijn te kritisch, we luisteren niet meer naar autoriteiten, de baan van de dag, et cetera. Dit is eigenlijk een beetje dat discours wat je Duits-fascistisch rechts, extreem rechts wel ziet van de Amerikanisering, weet je wel. In Duitsland heb je heel erg dat idee, in nazi-kringen, neonazi-kringen, dat de bezetting is begonnen, de bezetting van Duitsland is begonnen in 1945. Dus sinds dat moment er een Amerikaanse lees Joodse overheersing van Duitsland plaatsvindt. En dat door commercie, weet je wel, dat soort dingen, daar een soort van regime is opgelegd. En ik denk dat het punt hiermee is hij probeert ook aan te haken bij een gevoel van vervreemding. Wat natuurlijk wel degelijk bestaat. Maar hij probeert het in een soort van het gaat niet over kapitalisme, het gaat niet over het verlies van controle en zo allemaal. Het gaat over het verlies van waarde, hiërarchie en precies het soort van... Ja, ik bedoel juist een uiting van die vervreemding. Tenminste, je willen weren tegen die vervreemding. Je zei dat je kritisch kijkt naar hiërarchieën. En wat hij nu zegt is eigenlijk, bijvoorbeeld arbeiders die zichzelf organiseren in vakbonden of een klassenstrijd of iets dergelijks. Ja, dat ziet hij helemaal niet zitten, want hij heeft het juist over hiërarchieën die je moet respecteren. Dus het feit dat ik een baas of iemand die veel rijker is dan ik en die mij uitbuit in een fabriek, ja, ik heb me daar gewoon eervol naar te schikken. Ik zou gewoon als een blije fabriekswerker naar de fabriek moeten en meehelpen. Om dat land waar ik ook deel van uitmaak, of dat volk waar ik ook deel van uitmaak, om me daar eigenlijk kritiekloos achter te scharen. Dus, ja, en feministen natuurlijk, die de autoriteit van de man in het gezin ondermijnen. Nee. Maar we zijn tegen de elite, jongens. Allemaal tegen de elite. En het project heeft het als enige doel om het hele leven te transformeren in dezelfde saaie winkelstraat, met overal dezelfde H&M en overal dezelfde kruidvat, om alles wat interessant is, wat anders is, wat karakter heeft, te laten verdwijnen. Om het allemaal te laten opgaan in de grijze massa van de moderniteit. En zo moet ook de mens zijn. En zo worden we losgeweekt van de verbintenis aan ons land. Wordt de trek geleid van het vruchtbare grond naar de uniforme kerkhoven van beton en natriumlicht. De trekgeluid van de vruchtbare grond. Hè? De grond, de bodem roept ons naar onze roeping. Hè? Want onze tradities en zo, wij zijn helemaal als Nederlanders zijn we vergroeid met het landschap, met de grond, et cetera. Dat hele idee zit erachter. Worden we losgemaakt van onze verbintenis aan de generaties, ons verleden en onze toekomst? Wordt ons het geloof voorgehouden dat alles waar het leven om moet draaien, comfort en genot is? Dus weer het decadentie, maar ook gewoon... Nee, dit is dus echt het... daar gaan we het zo over hebben, maar dit is dus echt het volkische idee. Dus de opvatting van een volk die samenhangt met het landschap, met de natuur, met de architectuur, met generaties, et cetera, die etnisch
zuiver en homogeen is. Dat is eigenlijk het ideaalbeeld. En dat moet een gesloten front vormen tegen kwade invloeden. Dat is in feite zijn opvatting. Ik vind zo'n opmerking als het trekgeluid, het is niet eens een woord, maar trekgeluid van de vruchtbare grond noemde hij het. Dat is heel, heel typisch. Mm. Dat is hocus pocus. Mm. Tenzij je een beetje de geschiedenis van het fascisme kent. Mm. Dus dat alle strijd slecht is. Dat we in het leven niks anders hebben. Niks groters hebben dan onszelf. Wordt ons het geloof ontnomen dat we überhaupt het recht hebben om te bestaan in deze wereld. En we raken stukje bij beetje meer los van die gehele onderliggende structuur van wat de grondslag vormde voor millennia. In enkele tientallen jaren wordt de hele onderliggende structuur kapot gemaakt die 3000 jaar lang ons bestaan inkleuring gaf. 3000 jaar oude Nederlander. Een 3000 jaar oude Nederlander. Ja, dat is interessant, hè? Ja. Dat, ik weet niet waar de zee begon 3000 jaar geleden, maar dat was niet waar die nu ligt. dus de vraag is heel erg, van, gaat dit wel over Nederlanders? Hè? Dit is 1000 jaar voor Christus waar die het over heeft. Dit gaat over een andere groep dan over Nederlanders, volgens mij. Wie kan nou denken dat dat een goed idee is? Wie kan serieus betogen dat dat geen negatieve effecten gaat hebben? Dat dat niet zo verstrekkend gaat zijn dat alles gaat veranderen en onherkenbaar gaat raken? Hoe kan het dat mensen niet zien waar dit toe gaat leiden? En we zien dagelijks de effecten ervan. Iedereen hier in de zaal heeft wel vrienden die met allemaal onzekerheid te maken hebben. Werkloosheid, overspannenheid is nog nooit zo hoog geweest onder jongeren. Depressies ook. Ja, dus dit zijn allemaal echte problemen natuurlijk. Maar die hebben natuurlijk helemaal niks te maken met het feit dat we nu anders leven dan 3000 jaar geleden. En kennelijk hangt hier een hele van decennia aan aanval aan ten grondslag. En dat is ook weer een beetje de vraag, wanneer begint dat dan? Hij heeft het net over de moderniteit. Mm-hmm. Wat is nou precies het moment? Baudet had het over de Eerste Wereldoorlog, nou dat is een klassieker. Mm-hmm. Hij heeft het ook wel eens gehad over de Franse Revolutie, ja. Dat is ook een klassieker. Voor Duitsers was dat dan de Weimarrepubliek, of tenminste volgens je ideologen. Tenminste, je hebt altijd wel zo'n moment waarin eigenlijk de neergang wordt ingezet. Ja, precies. En nou ja, dus de Eerste Wereldoorlog inderdaad, dat is voor de volksideoloog heel erg een moment. Mm-hmm. Dan begint de ellende met de democratie. Ja. Moet je ook niet willen allemaal. En dat is allemaal het gevolg van een langzaam ontbindende maatschappij. Dingen die voor vroegere generaties vanzelfsprekend waren, die gelden niet meer voor ons. Maar onze generatie heeft nog net meegekregen wat het is om deel te zijn van een organische gemeenschap. Organische gemeenschap. Nou, leg eens uit. Wat is er organisch aan de gemeenschap waar wij deel van uitmaken? Ja, dat is natuurlijk een levensgevaar als we deze man mogen geloven. Maar dat begrip is natuurlijk heel erg typisch. Mm. Het ideaal, dit is wat dan de Volksgemeinschaft werd genoemd door de nazi's. Maar een etnisch zuivere, harmonische gemeenschap, volksgemeenschap die dus geen enkele symptomen heeft. Dus er was geen vervreemding, er was geen uitbuiting, er was geen onderdrukking. En als we daar maar naar terug kunnen gaan, kleine ondernemers, er waren geen grote multinationals, nee, er waren allemaal kleine hardwerkende ondernemers. Ja, dat moment heeft natuurlijk nooit bestaan. Maar dit is een beetje de belofte van een soort van kapitalisme zonder problemen, via raszuiverheid en traditionele waarden. En daar zie je dus ook meteen al dat kleinburgerlijke karakter ervan. Dit is echt een soort van ondernemerspolitiek. Dit moet voornamelijk kleine ondernemers, kleine zelfstandigen aanspreken. Hoe haar regels werken, hoe ze dagelijks functioneert. Het is ons nog niet geheel vreemd. Er komt een tijd dat er kinderen geboren worden die dit niet meer weten. En waarschijnlijk is dat zelfs al de generatie na ons. En daarom moeten wij nu iets doen. We hebben geen tijd om te wachten. Dus dit is het moment. We staan aan de vooravond van de catastrofe. Nu moet het gebeuren. We moeten echt radicale maatregelen nemen. En nou ja, dit is heel erg typisch. Typisch als een klassiek ook weer filmpjes om aan te wijzen dat dit het kantelpunt is. Of dat dit do or die moment is. En als we nu niet in opstand komen, dat
Dan zijn we verloren voor altijd. Dat, en inderdaad, dit werd 100 jaar geleden in exact dezelfde bewoordingen beweerd. Mm-hmm. En het is, heeft nooit zo ver gekomen natuurlijk. Dus dit is echt een soort van apocalyptisch. Het ras sterft uit. We degenereren natuurlijk al. Hè. We worden van Tenijenhuis al, we worden dommer. Mm. Dus het is... er kan door een soort van wanhopige strijd kan er nog iets gered worden. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Grenzen gecreëerd natuurlijk ook. Ja, precies. En dan begrijp je ook waarom Frederik Jansen niet alleen maar wil vergaderen. De actie, er moet ingegrepen worden. En onze taak is niet alleen een politieke taak. Het is een spirituele taak. We moeten de lusteloosheid en de onverschilligheid van de generatie van onze ouders verwerpen. En we moeten niet toekijken zoals zij en denken het zal mijn tijd wel duren. Om ervoor te zorgen dat de grootsheid van onze voorouders, de Nederlandse geest die in ons allemaal sluimert, opnieuw wordt aangewakkerd. En hiervoor is de totale herbezinning noodzakelijk. Alles wat we ooit hebben geleerd en alles wat we ooit van waarde hebben geacht, moeten we tegen een nieuw licht houden. De dingen die we hebben meegekregen van onze docenten, die we op tv hebben gezien, in films, reclames en muziek. Overal werden we gepresenteerd met bepaalde beelden die ons een hele strikte eenzijdige visie op de wereldgeschiedenis voorspiegelden. Alles wat je denkt te weten moet je vergeten en je moet luisteren naar de Nederlandse volksgeest die in ons allen huist. Eigenlijk wat FVD verkondigt. Dat is, je moet alles kritisch benaderen wat je hoort, behalve eigenlijk wat Freek Jansen en zijn partners hebben. En dat is dan de zogenaamde essentie van de Nederlander of iets. Dus hier zit een soort van de fascistische metafysica van een volksgeest. Die dus de eenheid van een volk creëert. Dat is puur religieus idee natuurlijk, maar dat is heel karakteristiek voor het fascisme. Een valse visie. Een vreemde droom. Eén die we moeten verwerpen en daartegenover een nieuwe visie plaatsen. Gebeurtenissen die insignificant lijken, moeten we opnieuw wegen. Zaken die als doorslaggevend worden beschouwd, moeten we herzien. De modernistische visie op de wereldgeschiedenis, waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen in een onvermijdelijke lineaire lijn naar de vooruitgang, is de grootste gijzelnemer van echte vooruitgang. Want de geschiedenis is niet een ontwikkeling van niets naar iets, of van iets kleins naar iets groots. Maar juist in die eerste ontwaking ligt de grootste verworvenheid van een natie. De grootste prestatie, één die in essentie al is voltooid en niet meer kan worden geperfectioneerd. Het kan enkel andere vormen aannemen. En de ontwaking van Nederland in de 16e en 17e eeuw is wat ons kenmerkt voor altijd. Iets wat vast ligt in ons DNA en dat we altijd zullen meedragen. Een schilderij van Rembrandt, een zeeslag van Piet Hein, een gloeilamp van Philips. Het zijn allemaal uitingen van één en dezelfde Nederlandse ziel. Dus Rembrandt en de... Wat is het, de gloeilamp? Dat ligt in jouw DNA. Ja, dat ligt in onze volksaard. En die is onveranderlijk. Die is vanaf het begin, weet je, dus er is geen vooruitgang in de geschiedenis. Je kan alleen maar trouw blijven aan die volksaard, zeg maar. Want die was al perfect vanaf het allereerste begin. En elke voorbeeld ervan is alleen maar een uiting van die perfecte ziel. Rembrandt is natuurlijk heel klassiek. Een van de belangrijke volksideologen, Julius Langbeen, die heeft een boek geschreven wat in de jaren 1890 heel bekend was. Heette Rembrandt als Ertzier. En die schoof Rembrandt naar voren als het perfecte voorbeeld, de uiting van de Neder-Duitse volksgeest, zoals die dat noemde. En die was zowel een uiting van die volksgeest als ook een figuur die dat naar een hoger niveau wist te trekken. Nou ja, dat was een enorme antisemiet, weet je. Gewoon echt een stuk tuig. Maar het is niet toevallig dat Rembrandt hier zo wordt genoemd. Want eigenlijk was Rembrandt juist alles wat natuurlijk tegenover FVD staat. Dat was iemand die begon met het portretteren van armoede. Hè? En niet een soort van de heldendom van de veldslagen. Daar was Rembrandt nou juist niet in geïnteresseerd. Ja, wat ook interessant is, is dat nu Nederland, en dat herkent hij dus, in de 16e en 17e eeuw is ontwaakt. Tussen aanstekers. Maar goed, dat is het moment dat je een beetje van Nederland kan gaan spreken of iets zo. Hè? In historische zin. Illustreert weer hoe raar het is dat hij het net over die 3000 jaar oude geschiedenis heeft.
Dus er is wel degelijk dat Nederlanderschap of zo. Mm-hmm. Maar er is ook iets anders wat kennelijk daar nog onder ligt. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat dat betreft is dat er tegelijkertijd heel erg dat Nederlanderschap wordt gevierd. Maar ook bijvoorbeeld, Baudet het heeft over de Europese beschaving ook heel duidelijk. Nou, volgens mij heeft het daarmee te maken dat er gewoon uiteindelijk gaat het over een Aries, Boreaal, nou, hoe je het ook wil noemen, maar in ieder geval de witte noordelijke mens. We hebben het veel over Völkische, misschien zal het niet iedereen duidelijk zijn nog wat Völkische is. We relateren dus veel van wat er in zo'n speech wordt gezegd, dat is eigenlijk één op één herleidbaar naar iets wat eigenlijk vroeger al op ideologisch niveau al bestond. Dus niks van wat je eigenlijk tijdens die speeches hoort is daadwerkelijk nieuw. Of origineel. Of origineel, inderdaad. Maar kan je daar wat meer over vertellen waar dat zijn oorsprong vindt? Ik bedoel, is het zo dat al die lui, laat 19e eeuwse ideologen erop naslaan? Of ligt dat toch even wat anders? Nee, dat ligt denk ik wat anders. Mm. Die lezen ze niet direct. Maar goed, om met de Volksideologie te beginnen. Mm. Eigenlijk is de Volksische beweging is min of meer ontstaan in de jaren 1890. Echt als een beweging. En dat was een soort van versmelting tussen twee zaken die min of meer samenkwamen. Aan de ene kant had je sinds de jaren 1870 in Duitsland een politiek antisemitische beweging zien ontstaan. Die was aanvankelijk ingestoken in Duitsland. Hè. En er moet meteen bij worden gezegd, Duitsland was op dat moment zeker niet het meest antisemitische land. Antisemitisme in Rusland was veel erger, in Oostenrijk was erger, in Frankrijk zeker ook. En Frankrijk is een van de landen geweest waar dat echt gepioneerd is. Maar fijn, in Duitsland begon dat in de jaren 1870. Aanvankelijk werd het politiek gebruikt door de conservatieven met name, die dat gebruikten als een wapen tegen de liberalen, maar ook eigenlijk met een probleem zaten, zichzelf met een probleem geconfronteerd zagen, omdat het conservatisme, dat was heel erg de ideologie van de adel, het groot grondbezit. En die wilden hun privileges beschermen tegen de boeren, tegen de opkomende arbeidersklasse, tegen de burgerij. Maar ze snapten natuurlijk ook dat de introductie van de democratie, van parlementaire democratie, voor hele grote problemen zou zorgen. En dat leek al wel een beetje onafwendbaar. En dus onder Bismarck in de jaren 1870 was de economie heel erg geliberaliseerd. Bedrijven konden doen wat ze willen. Het recht werd een beetje gelijk getrokken. Dat was natuurlijk, dus het was niet meer de willekeur van de koning, maar je kon je beroepen op wetten. Dat is voor ondernemers natuurlijk heel belangrijk, want zij willen weten dat ze, als ze een investering doen, dat dat nog hetzelfde waard blijft en dat er niet ineens hun rechten aangepast worden. Dus een van de zaken die belangrijk is in de opkomst van modern kapitalisme is de rechtsstaat en het standaardiseren van het recht. Nou ja, een onderdeel daarvan was de emancipatie van Joden. Dus Joden waren niet meer een formeel onderdrukte groep. En ze waren ook erg geassimileerd voor een belangrijk deel. Een zichtbaar onderdeel van de journalistiek, van ook het grote bedrijfsleven, van de banken, et cetera. Het gold natuurlijk absoluut niet voor iedereen. Een overgrote deel van de Joden was gewoon arm. Maar ze waren wel voor een belangrijk deel erg onderdeel van de samenleving. Een zichtbaar onderdeel van de samenleving. Het conservatisme zag dus die democratie opkomen. En dacht, hoe gaan we ervoor zorgen dat we een soort van aanhang winnen onder de bevolking? Want het systeem was een beetje dat de stem van een groot grondbezitter veel zwaarder woog dan de stem van een arbeider of van een boer. Ja, dus ze zagen zich geconfronteerd met het probleem van hoe gaan we aanhang winnen.
onder de bevolking. En antisemitisme was een van de zaken die daar heel erg effectief in bleek. En met name onder dus de kleine burgerij, en dat was breed, dat waren kleine ondernemers, maar dat waren bijvoorbeeld ook ambachtslieden. Dus ambachtslieden die ook ineens grote warenhuizen zagen opkomen en eigenlijk weggedrukt werden door die modernisering. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld mensen met academische ambities. Hè? Je kon niet zomaar naar de universiteit. Als je uit een boerengezin kwam of een arbeidersgezin, kwam je niet op de universiteit terecht. Maar een deel van de Joodse bevolking, die kwamen uit goede gezinnen, dus die gingen naar de universiteiten. En de banen universitair, of de banen in het hoger onderwijs, et cetera, die waren heel erg schaars. Dus voor de Duitsers, Duitse studenten vanuit de adel of vanuit welke klasse dan ook, werden die heel erg als een bedreiging, als concurrenten gezien. Een deel van dat soort figuren, het valt op dat veel van de volkische ideologen, van de antisemieten, dat waren gefaalde academici. Dat waren gasten die hadden gehoopt dat ze een grote academische carrière gingen maken, maar dan genoegen moesten nemen met leraarschap op een middelbare school. Mm-hmm. Wat nog wel iets anders is dan nu. Weet je wat, tegenwoordig is een leraar is gewoon een normale baan. Destijds was het wel een soort van goede positie. Mm-hmm. Maar ja, weet je, dit waren mensen die dan hoopten dat ze de wereld gingen veranderen of zo, weet je. Dus dat zie je heel erg terug. Hè. Hitler is natuurlijk ook zelf een heel bekend voorbeeld als een gefaalde kunstenaar die ook hele verhalen had over hoe hij de wereld de hemel ging bestormen. Maar dat soort figuren, die droegen die antisemitische beweging. Wat er gebeurt rond 1890 zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zag je dat die antisemitische beweging zich eigenlijk losmaakte van de adel. Mm. Want wat er gebeurde was heel veel van de, dus een bekend figuur of een belangrijk figuur in die antisemitische beweging was Stoecker. Dat was een hofpredikant die dus probeerde eigenlijk aanvankelijk arbeiders te winnen voor het conservatisme en met name ook het christendom. Voor hemzelf was het christendom heel erg een issue, was heel belangrijk. Nou, met arbeiders werd het niks. De eerste bijeenkomst die ze hielden in Berlijn, die werd meteen verstoord door socialisten en ze werden de stad min of meer uitgejaagd. Waar kwam het eigenlijk? Nou, eigenlijk omdat de sociaal-democratische beweging, de socialistische beweging, gewoon heel erg sterk was. En er al heel duidelijk was van, hé, er komt hier een of andere conservatieve predikant, die komt hier ons allerlei gouden bergen beloven, het kan niet veel soeps zijn. Die sociaaldemocraten die gingen daar naartoe. Er was een groep onder leiding van Johan Most, dat was nogal een radicaal, dat was eigenlijk meer een anarchist. Heel erg antichristelijk ook. En wat er dus gebeurde op dat moment was dat eigenlijk de bijeenkomst van Stoecker werd overgenomen door socialisten. Dat daar werd gestemd over of Stoecker überhaupt zijn verhaal mocht houden. Dat mocht, maar vervolgens ging Most, die ging daar tegenin en de avond eindigde met dat er een verklaring werd aangenomen waarin werd gesteld dat het christendom nooit iets had betekend voor de arbeidersbevolking en dat Stoecker maar niet moest terugkomen in Berlijn. Dat was ongeveer de boodschap. Ja, vervolgens is hij zich meer gaan richten dus op de kleine burgerij en is dat antisemitisme er meer op gekomen. Wat hij merkte was, interesse voor het christendom was niet groot, interesse voor het conservatisme op zichzelf was ook niet groot, maar dat antisemitisme dat sloeg aan en dat kreeg een heel virulent, agressief karakter. Dus je had in de nieuwjaarsnacht van 1880 op 1891, of 1881, sorry, had je antisemitische rellen in het kader van de verkiezingen, waar dus de antisemieten ook aan meededen. Dus je kreeg echt, racistisch geweld waar het toe leidde. De conservatieven probeerden dat een beetje in de hand te houden, hè? Want het moest wel een doel dienen. Het ging niet om jodenhaat als zodanig, het ging om hun eigen echte belang. En vervolgens tegen het einde van de jaren 1880 zie je meer voorbeelden van onafhankelijke antisemitische clubjes die niet laten beperken door de belangen van de conservatieven.
En die krijgen een eigen veel agressievere, veel gewelddadigere, virulentere dynamiek. Die gaan zich ook veel meer bezighouden met complottheorie. En dus een van de complottheorieën die werd verspreid, is een boekje van een Alexander Berg. Dat heette Jodendom en Sociaaldemocratie, dan in het Duits. Waarin die beweerde dat Karl Marx, Heinrich Heine en James Rothschild elkaar in de jaren 1840 hadden ontmoet in Parijs. En toen een soort van de wereld tussen hun drieën hadden verdeeld. Dus Karl Marx die zou de arbeidersbeweging wel onder de Joodse controle stellen. James Rothschild die zou dan het kapitaal en de economie, de kapitalistische economie onder zijn controle stellen. En Heinrich Heine zou dan de kunsten. En zo zouden ze kapitalistische economie, socialisme en de kunst spanden sindsdien helemaal samen om de Duitser kapot te maken of zo. Dus een soort van cultuurmarxisme avant la lettre. Dat soort grote complottheorieën werden dus opgericht en ook kleinere. Dus bijvoorbeeld het verhaal over de zogenaamde Jodengeweren. Dus er was een Joodse wapenfabrikant. Mm-hmm. En het verhaal werd opgehangen dat deze doelbewust lage kwaliteit wapens produceerde, zodat Duitsland de oorlog tegen Frankrijk zou gaan verliezen. Mm-hmm. En dat zou ook onderdeel zijn van een Joods plan, zeg maar. Ja. Dus dat virulente antiracisme of antisemitisme kwam op. En tegelijkertijd had je een aantal volkische ideologen die dus eigenlijk met een heel romantisch idee kwamen van de moderniteit heeft onze band met de natuur doorgeknipt, et cetera. Maar een heel racistisch element daar ook aan hadden. Nou, Paul de Lagarde was daar een beetje de grondlegger van in Duitsland. De persoon die dat echt deed doorbreken was die Julius Langbeen die we net hebben genoemd met dat boek over Rembrandt. Het was een anoniem boek, maar toen dat uitkwam, het was dus een hard antisemitisch boek, of althans vanaf de zoveelste druk kwam het antisemitisme er heel erg in. En dat ging door 46 drukken in enkele maanden tijd. Het was een absolute bestseller. Je kreeg echt een stroming van zogenaamde Rembrandt-Deutsche, mensen die zich echt gingen identificeren met dat boek. En dat is echt het moment waarop dat antisemitisme en dat die bizarre opvatting van een volk als een biologische, geografische, culturele eenheid waar geen verschillen in kunnen bestaan en die een harmonisch geheel is, maar die door vijandige krachten, zeg maar, wordt ontworteld, mm-hmm. zoals dat dan noemen. En wat er dus heel erg centraal staat in dat volkische denken, is dus de geworteldheid, dus het geworteld zijn in de volksgeest aan de ene kant, en de ontworteling aan de andere kant. Dus eigenlijk, je ziet daar al heel duidelijk, dus je had een soort van vreemdzucht, was een van de termen die dan werd genoemd. Dus voor de meer cosmopolitische Duitsers die dan te veel sympathie hadden voor andere invloeden, die hadden een soort vreemdzucht. Dus dat was een beetje het tegenovergestelde van wat dan oikofobie wordt genoemd door Baudet. Hè? Dus het is eenzelfde soort van term die zegt van ja, je bent angst voor het eigene. Zij zeiden van ja, je hebt mensen die hebben een ziekelijke fascinatie met het vreemde. Weet je wel? Mm-hmm. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Maar echt die fascinatie met het eigene, het vreemde en daar een heel vreemd metafysisch idee van. Nou ja, die hele beweging, die volkse ideologie, dat antisemitisme, dat heeft toen niet heel erg doorgezet, ondanks dat je een antisemite fractie kreeg in de Rijksdag. Toen, dan spreek je over de jaren? 1890, vroege jaren 1890. Hm. Toen kreeg je echt een antisemitische fractie, maar het heeft eigenlijk niet goed doorgezet toen, maar het legde wel een basis. Zowel in termen van organisatie, als in termen van acceptatie van complottheorieën, als in termen van de verspreiding van de ideologie. Dus tegen de Eerste Wereldoorlog aan had je in het Alt-Deutsche verband, dat was een heel erg upper class, pro-imperialistische groep, heel invloedrijk was. Daarin werd dat hardcore, virulente antisemitisme werd heel erg bewaard.
een van de figuren daarin was Houston Chamberlain. Het was van oorsprong een Brit die in Duitsland was geboren en erg Duits was wat dat betreft. Die schreef dus een rassengeschiedenis in feite. Dus die herschreef de hele wereldgeschiedenis in termen van de strijd tussen Ariërs en Joden. Die werd heel erg gerespecteerd. Dat is belangrijk om te zien. Het was niet een soort van fringe fenomeen. Het was helemaal geaccepteerd in die laag van de bevolking. En je zag ook heel veel de Wandervögel of de jeugdbeweging. Allerlei volkische, de orde, maar volkische groepen van vaak jongeren die dan onder leiding van één leider de natuur introkken. En waar dus antisemitisme in meer of mindere mate wel een rol in speelde in eigenlijk al dat soort groepjes. Maar vooral die volkische ideologie en het idee van we gaan onder leiding van een leider, dus het hiërarchische idee, gaan we de natuur in om te reconnecten tot die volksgeest en dan gaan we daar liedjes zingen en dan gaan we daar ons lichaam onderhouden en zo allemaal. Eigenlijk een beetje een soort zomerkamp van JVD. Ja. Of is het andersom? Ik weet niet. Op het moment dat je de Eerste Wereldoorlog kreeg, dat waren dezelfde mensen die naar het front gingen natuurlijk, voor een deel. En op het moment dat dus de Eerste Wereldoorlog werd verloren, toen werd er dus heel erg, juist ook vanuit het leger, heel erg beweerd van we hebben de wereld, wordt dan de Dolchstoss legende genoemd. We hebben de oorlog tegen de Duitsers niet, of tegen de Fransen niet verloren. Maar we zijn verraden door de sociaal-democratische regering, of althans door de arbeidersklasse. Omdat de Duitse revolutie natuurlijk uitbrak in 1918. Eigenlijk was dus het leger niet verslagen, maar was verraden van binnenuit overgeleverd. Nou, er was helemaal niks van waar. Dat was voor een deel een legende die door de legerleiding werd verkondigd om een straatje schoon te vegen. Maar dat was een aanleiding voor een hele antisemitische speculatie om eigenlijk de Joden, de sociaaldemocratie, etc. de schuld te geven van het verlies van de Eerste Wereldoorlog. Nou, vervolgens kwam dat dus samen met de Duitse revolutie en de contra-revolutie. Dus het verdrag van Versailles zei van het leger van Duitsland mag 100.000 hoofden tellen, zoiets. En wat er toen gebeurde om de revolutie van 1918 en later neer te slaan, was dat de regering, die onder leiding stond trouwens van de sociaaldemocratie, die gingen de zogenaamde vrijkorps organiseren. Dat waren vrijwillige paramilitaire doodseskaders in feite, die de revolutie in bloed moesten smoren. En dat deden ze met heel erg veel geweld. Dat was in feite ook een van de plaatsen waar dat antisemitisme samenkwam, dat ideaal van de jeugdbeweging in samenkwam, virulente natuurlijk anti-linkse karakter samenkwam. Die zouden dus uiteindelijk de ruggengraat in feite gaan vormen van de SA, van de knokploegen van de nazi-partij. Wat misschien denk ik, wat eigenlijk belangrijk is hieraan, is dat dit is een beetje het voorwerk in zekere zin van het voor het ontstaan van het nazisme in echte zin, weet je wel? En de Hitlerpartij die kon, of de nazi-partij kon hiervan profiteren, kon hierop doorbouwen. En wat je vervolgens hebt gezien is dat nieuwrechts, de neofascistische beweging van na de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk heel erg bewust is gaan teruggrijpen op dat soort figuren. Dus niet zozeer op Hitler, niet zozeer op Goebbels, niet zozeer op Rosenberg, maar om de figuren in dat bredere fascistische milieu in de jaren 20, maar ook in de jaren daarvoor. En een van de mensen die daar heel belangrijk in is geweest in Duitsland, eigenlijk moet je dat nieuw rechts, zoals dat dan wordt genoemd, neofascistisch rechts, en goed, er zijn allerlei verschillende stromen, maar er zijn twee heel belangrijke stromen, de ene Duits, de andere Frans.
In Duitsland wat er gebeurde was dat je een figuur had, Armin Moller. Dat was een sympathisant, of was een Oostenrijker, meen ik. Hij was nogal een nazi-sympathisant. En hij heeft geprobeerd om zich in de oorlog, ik geloof 42 of 43, heeft hij geprobeerd om zich aan te sluiten bij de SA. Om te vechten aan het Oostfront. Ja, daarom dat precies niet is gelukt is onduidelijk. Maar dat hij zich heel erg associeerde met de SA, dat is duidelijk. En met name waar hij zich ook mee identificeerde, is dat eigenlijk het nazisme was natuurlijk heel erg op Duitsland gericht. Maar tegen de tijd dat een belangrijk deel van Europa was overheerst en de strijd werd gevoerd tussen, tegen Rusland aan de ene kant en Amerika en Engeland aan de andere kant, werd er veel meer een soort van beeld geschetst alsof het nazisme eigenlijk het echte Europa was of zo. Het ging niet alleen maar om de Germanen of om de Duitsers, het ging echt over Europa in bredere zin. En de SA, of de SS, was op dat moment ook heel multi-etnisch in die zin dat er uit allerlei verschillende Europese landen mensen in de SA of in de SS zaten. Dus het was een beetje de SS werd toen een beetje geportretteerd in de nazi-propaganda als een beetje de voorhoede van het echte fascistische Europa. En dat ideaal is heel niet zozeer gekoppeld, direct natuurlijk aan de SS, maar dat ideaal van een soort van Europese, nationalistische, fascistische voorhoede, dat is een heel, heel belangrijk soort van idee. Goed, die Armin Moller die is dus er niet in geslaagd om bij de SS terecht te komen. En die ging zich na de Tweede Wereldoorlog proberen op andere manieren dienstbaar te maken. En die heeft toen een boek geschreven, dat is dit boek. Dat heet Die Conservatieve Revolution in Duitsland. En dat gaat dus over 1950, volgens mij? Ja, ik geloof 52 of zo, of eind jaren 40. Zoiets is het. Dit was een afstudeer, of zijn afstudeer. Ze was zijn PhD. Ja, 1949 is hij erop gepromoveerd. En wat hij dus zegt in het voorwoord is, hij wil herinneren aan de trotskisten van het nationaal socialisme. Zoals hij zegt. Dus hij wil eraan herinneren dat er op het moment dat de nazi's wonnen, dat er ook allerlei onderdelen van die bredere beweging eigenlijk niet wonnen. En hij wil herinneren aan die bredere beweging. Nou, wat hij dus heeft geprobeerd is om allerlei fascistische denkers, fascistische leiders, leiders van die vrije korpsen, zo'n figuur als Houston Chamberlain, samen te vatten als een aparte intellectuele stroming neer te zetten die heel iets anders is dan het fascisme, zeg maar. Dat is pure onzin. Loskoppelen van de mensen die ook in ieder geval onderdeel uitmaken van een beweging die ook de Holocaust uiteindelijk teweeg heeft gebracht. Ja, daarvan moesten ze vooral gezuiverd worden. En dus er moest worden gezegd van één, dit is echt een coherente intellectuele stroming. Twee, het is heel iets anders dan het nazisme. En drie, het is eigenlijk een conservatisme, een vorm van conservatisme. Nee? Dus het was acceptabel in die zin. Nou ja, als je inhoudelijk gaat kijken naar dat boek, het soort van mensen die al op de koffer pronken. Maar dit waren allemaal mensen die echt in de fascistische beweging zaten. En dus zo'n Houston Chamberlain, harde rassengeleerde, harde antisemiet, was een bewonderaar van Hitler, werd lid van de NSDAP. Hij heeft de Holocaust niet meegemaakt, maar Hitler en ik geloof Goebbels, die hebben hem op zijn sterfbed bezocht. Nou, zo is een aantal andere figuren die gewoon heel dicht tegen het nazisme aanzaten. Maar ook specifieke figuren, zoals zo'n Ernst Jünger, die nooit lid is geworden van de nazi-partij, maar heel erg het geweld en de strijd in de oorlog verheerlijkte en heel duidelijk onderdeel was van dezelfde beweging. Mm-hmm. Waar hij gebruik van kon maken was dat wat al dit soort figuren en al die volksideologen gemeen hadden was dus dat Führerprincipe. Dus de hoop op een nationale renaissance, op een soort van herconnecting of reconnecting met de volksaard. Mm-hmm. Onder leiding van een grote autoritaire leider om weer terug naar de oude grootsheid
te komen. Dat was een beetje het idee. Ja, wat je dan krijgt, is een heleboel mensen die zichzelf tot de Führer verklaren. dus het is niet zo gek dat er allerlei van dat soort figuren, ook bijvoorbeeld een Oswald Spengler, ja, die had het niet zo op Hitler. Nee, want die had liever op een wat andere manier gezien. Ja, die had liever Mussolini, weet je wel. En Hitler zelf, die was aanvankelijk vooral een aanhanger van Müller van der Broek, wat een van de leiders was van de antisemitische beweging en de fascistische beweging in de vroege jaren 20. Hij heeft op het moment dat hij dacht dat alles verloren was, heeft hij zelfmoord gepleegd. Maar Hitler die dacht dus aanvankelijk dat hij dat hij vooral moest dienen in de beweging van waar hij dus Müller van der Broek als aanvoerder van zag, voordat hij uiteindelijk besloot van hé, ik ben de vuurder of zo. Nou, ja. Wetenschappelijk gezien is hier heel veel op af te dingen. En het is door verschillende schrijvers is het met de grond gelijk gemaakt om, op alle niveaus. Dus één, er zitten gewoon keiharde nazi's tussen. Twee, ook mensen die geen nazi's waren, die zijn maar heel moeilijk te onderscheiden van het nazisme. Maar aan de andere kant ook, het is ook een beetje een samenraapsel van figuren. Dus het is niet een coherente stroming. En ja, je kan lullen wat je wil, maar het is wel iets anders dan conservatisme. Het is niet een conservatieve stroming, ondanks het feit dat ook het conservatisme steeds meer ook onder invloed kwam te staan van die volkische ideeën. Hmm. Dus, nou goed, wat die Armin Möller dus voornamelijk heeft willen doen, is fascistische ideeën op deze manier te bewaren voor later gebruik. En is zich heel erg gaan richten op meer de wetenschap, denktanks, dat soort dingen. Nou, tegelijkertijd, of rond dezelfde tijd, had je in Frankrijk, nou ja, dat gebeurde eigenlijk in de jaren 60. In de loop van de jaren 60 kreeg je Frans Nieuw Rechts, waar Alain de Benoist een belangrijk figuur in is, en later Guillaume Fay. Het waren figuren die contact hadden met Armin Möller en samenwerkten. Die zaten in dezelfde soort van hoek, maar die keken. Dus zo'n Alain de Benoist die schreef ook boekjes over Müller van der Broek en dat soort dingen allemaal. Ook een aantal Franse fascisten natuurlijk, maar ook Julius Evola is een van hun favoriete figuren, de Franse of de Italiaanse fascist. Zij waren ook meer gericht op de strategie. En die moest metapolitiek zijn, zeiden zij. Dus eigenlijk wat daarmee wordt bedoeld was van, we moeten nieuwe woorden vinden voor oude ideeën. Zodat we het kunnen hebben over die oude ideeën zonder meteen verdacht te zijn. Twee, we moeten niet meteen beginnen met het opbouwen van een soort van kopie van de nazi-partij. Maar we moeten veel meer ons oriënteren in feite op dat voorwerk, op die volkse beweging, op die antisemitische beweging. En om eigenlijk dat proces overnieuw te doen, maar bewuster. En eigenlijk een basis te leggen, de voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van een nieuwe fascistische beweging. En dat probeerden ze dus te doen door denktanks op te zetten, maar met name door dus dit soort ideeën geaccepteerd te krijgen weer in het publieke discours, de grenzen van wat je kunt zeggen, de grenzen van waar je het over kunt hebben op te rekken en zo ruimte te creëren voor fascistische ideeën. Allerlei complottheorieën over de islam zijn daar een onderdeel van geweest, met name Guillaume Fay. Die het dan heeft over een Europese burgeroorlog, et cetera, is daar heel erg belangrijk geweest in het introduceren van allerlei vage quasi-filosofische begrippen die eigenlijk kopieën zijn van de nazi-ideologie. Ja, zij zijn dus een denktank gaan oprichten en zo. En nu zie je eigenlijk dat allerlei neofascistische groepen zich heel erg daarop op baseren. Dus identitaire. De identitaire groepen zijn er heel erg geïnspireerd door Fay. Hetzelfde zie je in Italië bijvoorbeeld met Casa Pound. Mm-hmm. Maar in Duitsland bijvoorbeeld zie je dat
er een heel netwerk is opgezet, een neofascistisch netwerk is opgezet ook van, voor een deel directe leerlingen van Armin Mohler. Dus Guts Kubitschek, een heel notoire rechtsextremist, dat was een leerling van Mohler. Die is de speel in het web van een heel neofascistisch netwerk. Die heeft een uitgeverij, Antaios, heeft een theoretisch blad, heeft geloof ik een YouTube-kanaal en organiseert bijeenkomsten. En brede extreemrechtse bijeenkomsten. De bijeenkomsten waar mensen van de NPD, dus de neonazi-partij, van Pegida, van de AfD, dat soort groepen allemaal samen konden komen om discussies te voeren en zo. Nou ja, en die figuur, die Kubitschek, we kennen hem in Nederland een beetje omdat Tegenlicht een uitzending heeft gewijd aan extreemrechts in Duitsland en toen ja, eigenlijk een soort van propagandafilm, een soort van reclamefilm heeft gemaakt voor die Kubitschek. Mm-hmm. Maar die vormt dus een heel belangrijke rol in Duits extreemrechts. En met name als je kijkt naar de AfD, de extreemrechtse partij in Duitsland, dus Alternatieven voor Duitsland, dan is de extreemrechtse vleugel, de volkische fascistische vleugel, dat is de groep rondom Björn Höcke, dus echt de meest radicale, die eigenlijk nu min of meer dominant zijn, steeds meer terrein hebben gewonnen binnen de AfD, die staan direct onder invloed van die Kubitschek. Kubitschek die is mag geen lid zijn van de AfD, maar heeft wel het manifest geschreven van Der Flügel, zoals die werd genoemd, dus de fascistische vleugel. Dus dat is een beetje hoe nieuw rechts is ontstaan. En ik denk dat je heel duidelijk kunt zien dat een Baudet zich daar heel erg op oriënteert. Dat zie je op verschillende manieren. Dat zie je gewoon puur in de inhoud van de ideeën. Dus het volkische karakter van zijn ideologie. Het net even, de methode om dan zogenaamd een woord uit te vinden als oikofobie, wat dan volgens mij van een Brit was. Van Scruton, ja. Maar goed, in ieder geval net even wat andere woorden gebruiken, maar wel met die klassieke inhoud. Beginnen met het opzetten van een denktank en niet met een politieke partij. Ik denk dat Baudet echt heeft gedacht dat Wilders het zou doen. Dat hij veel meer ik denk dat hij oprecht is als hij zegt dat hij niet de politiek in wil. Mm-hmm. Ik denk dat hij veel meer de ideoloog, veel meer de Nederlandse Kubitschek had willen zijn en niet zozeer de Nederlandse Höcke. Maar goed, hoe het ook zij, die ideologie en die werkwijze, die zie je er heel erg in terug. En je ziet het duidelijk bij bijvoorbeeld een Joost Niemöller, die gewoon vertalingen aanbiedt van Guillaume Fay en dat soort dingen. Vlaamse fascist die in de balie, Wim van Rooij, dat is ook een graag geziene gast in dat soort kringen. Ja, die is heel expliciet als het gaat om zijn bewondering van Fay, Benoit, die hele stroming. Dus in principe kun je dit heel makkelijk terugvinden. Zeker als je naar wat kleinere blogjes gaat en zo, Erkenbrand. Weet je wel, de dingen die er een beetje omheen liggen, dan zie je dat heel snel. En met name, en bijvoorbeeld ook de Blauwe Tijger is daar heel duidelijk een voorbeeld van. Het is dus een groep van die Tom Switzer, hè? Mm-hmm. Blonde knul uit Groningen. Die is begonnen met een uitgeverij waar die fascistische en ultra-orthodoxe, ultra-conservatieve troep uitgaf. Die zijn toen ook een blad gaan uitgeven, Epoch. Daarmee zijn ze op bezoek gegaan bij Jonge Vrijheid, wat een nieuwrechts weekblad is dat sinds de jaren 90 ontstaat en ook in diezelfde traditie. Staat, daar hadden ze een artikel over, een verslag dat ze op een bal waren geweest of iets dergelijks. Nu dus ook een YouTube-kanaal. En wat je bijvoorbeeld daar heel erg ziet, een van de dingen die me opviel was dat een figuur die heet Riepke Zeilmaker, die is daar regelmatig te gast. En dat is echt die figuur, als je die gast een blog leest, die zegt dus van de vijand, dat zijn de joods-bolsjewistische media. Dus die gebruikt... Oh, die gebruikt wel echt die term. Echt die term, letterlijk. Hij had een verhaal over ecologie.
En dat moest toch met name de diversiteit van de soorten was heel erg belangrijk. En daarom, maar waar de klimaatbeweging het niet over had, was de menselijke soorten. En dat het toch wel heel belangrijk was dat de oorspronkelijke Fries dat die nog ook bleef bestaan. Dus het was wel van groot belang dat er door een combinatie van etnische zuivering aan de ene kant en eugenetica aan de andere kant, dat de raszuiverheid van de Nederlanders een beetje in de gaten werd gehouden. Weet je, ja, dat soort figuren. Dus iemand die ook in de hoek van Climategate zit, een van de oprichters van Climategate. Dus ja, zo zie je dat die lijntjes allemaal, ja, weet je, als je maar een beetje aan een paar van die draadjes trekt, rolt er vanzelf een nazi uit de kast. In feite. Dat wat betreft eigenlijk de geschiedenis eind 19e eeuw tot en met nu en de lijnen van Baudet via Frankrijk naar het 19e eeuwse Duitsland. Dan terug naar, eigenlijk naar de analyse van wanneer een partij al dan niet een neofascistische beweging heeft of een ideologie heeft die neofascistisch is. En het onderscheid dat we daarin maken, als je het hebt over analyses van fascisme, zie je dat daar natuurlijk allerlei verschillende ideeën over bestaan. En soms willen mensen zo ver gaan om eigenlijk alles ter rechterzijde haast van de persoon zelf die een analyse maakt fascistisch te noemen. Je ziet bijvoorbeeld Willem Schinkel die ik denk een jaar geleden een artikel, tenminste werd geïnterviewd en zei dat eigenlijk GroenLinks en D66 niet fundamenteel verschillen van extreem rechts. Hè? Dus dat roept ook meteen vragen op. Oké, ga je dan extreem rechts, of tenminste ga je dan GroenLinks hetzelfde bestrijden als je extreem rechts bestrijdt? Ik bedoel, het feit dat die analyse van fascisme maken of van wat een partij of een beweging die fascistisch is, heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de vervolgvraag. Hoe bestrijd je ze? Maar zo'n analyse bijvoorbeeld van een Willem Schinkel, daar hoef ik niet specifiek over te hebben. Maar wanneer spreken wij eigenlijk van een beweging die daadwerkelijk fascistisch is? Is dat echt op het moment dat men in bruine en zwarte hemden door de straten marcheert? Kunnen we dan pas zeggen, nu is de beweging pas fascistisch? Of hoe bekijken we naar dat proces? Ja, kijk, over Schinkel bijvoorbeeld, denk ik dat het gaat heel ver om te zeggen van tussen GroenLinks en FVD zit geen wezenlijk verschil, maar er zit ergens iets in. Mm-hmm. Wat er namelijk breder buiten de sec-extreemrechts is gebeurd, zijn denk ik twee dingen. Eén is, een heel belangrijk deel van het politieke midden is gewoon neoliberaal, in Europa zeker. Is bezig geweest met bezuinigingen, flexibilisering, heeft de levens van mensen heel erg onzeker gemaakt. En is steeds cynischer geworden in de belangen van het grote kapitaal voorop stellen. Een van de aspecten daarvan is ook de Fort Europa geweest. Is ook het racisme geweest tegen vluchtelingen. Die zogenaamd onschuldig zouden zijn of een bedreiging zouden vormen voor onze welvaart. Die ze maar al te graag afstaan aan de multinationals. Maar ook gewoon als een zondebok. Hè? Dus als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, Pim Fortuyn is heel belangrijk geweest in het normaliseren van moslimhaat, maar hij was niet de enige. Mm-hmm. PvdA deed het ook, EVD deed het ook, er moest een oorlog tegen Irak verkocht worden, er moest, weet je wel, nou, al dat soort dingen. De middenpartijen hebben heel erg gebruik gemaakt van het racisme, hebben het helpen normaliseren. En ze hebben dus ook een enorme een soort van demonisatie teweeg gebracht. De reden dat er voor veel mensen extreem rechts nu een soort alternatief is, is omdat er van, ja, omdat een soort van de status quo, een soort van de middenpolitiek, werkt niet in hun belang. En dus zoeken ze naar alternatieven. Ja, op links vinden ze die veel te weinig. Dus kijken ze naar extreem rechts. Dat is niet hetzelfde. Dat maakt het nog niet hetzelfde, maar ze hebben een voedingsbodem gecreëerd en ze hebben elementen gemeen. Daarnaast zie je, zeker de afgelopen paar jaar, dat
zeg, de wereld er gewoon wat anders uit is gaan zien. De economische crisis heeft er hard ingehakt vanaf 2007, 2008. Geopolitiek zijn de spanningen heel erg tegen verscherpt. Dus de VS is niet meer de enige supermacht. China is veel actiever geworden. Rusland is veel actiever geworden, onder andere in Syrië. Maar ook veel kleinere landjes, bijvoorbeeld in de Filipijnen. Je ziet al dat soort landen een meer onafhankelijke rol spelen, meer hun eigen belangen doordrijven. Dat leidt tot militaire conflicten, diplomatieke conflicten, maar verscherping van de tegenstellingen tussen landen. En dat versterkt nationalistische en autoritaire tendensen. Dus er is ook bij rechts is er überhaupt al een verschuiving naar meer nationalisme, meer autoritaire politiek. En dat helpt natuurlijk extreem rechts alleen maar te legitimeren. Op het moment dat de rest van de politiek met ze mee beweegt, dan verdwijnt dat verschil en worden ze makkelijker genormaliseerd. Dat gezegd hebbend is het natuurlijk heel, heel belangrijk om dat onderscheid te blijven maken tussen gewoon rechts en fascistisch rechts. Als je kijkt naar, en extreem rechts trouwens, want ik denk dat niet direct hetzelfde is. Mm-hmm. Als je kijkt naar de fouten die in Duitsland zijn gemaakt door links in het bestrijden van het fascisme, was precies dat. Was precies dat ze zeiden van ja, de communistische partij dan met name, die zeiden van ja, de Hitler is een bedreiging voor ons, maar ja, de sociaaldemocraten die zijn ook een bedreiging voor ons. Het fascisme is een kapitalistische stroming. De sociaaldemocratie is een kapitalistische stroming. Nou, of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, maakt niet zo gek veel uit. Daardoor miskenden ze het specifieke gevaar van het fascisme. En probeerden ze niet een front te vormen en een vuist te vormen tegen dat opkomende fascisme. En wezen ze eigenlijk alleen maar op de overeenkomsten, maar niet op de specifieke verschillen. En die verschillen die waren dat het fascisme absoluut van plan was om de arbeidersbeweging, de linkse beweging, te vernietigen tot in de haarvaten. Hè? Dus het ging niet alleen maar om het afschaffen van de democratie. Het ging niet alleen maar om de etnische zuiveringen, die pas natuurlijk pas veel later begonnen als het gaat om de Holocaust. Maar het ging echt om elk aspect van het maatschappelijk leven waar mensen zelf konden nadenken, zich konden organiseren, kapot te maken. Dus de sportverenigingen, de vakbonden. En dat was ook het eerste wat Hitler deed. Hij kwam aan de macht en in diezelfde maand gingen de communisten en andere politieke tegenstanders de eerste kampen al in. En dus dat is wel iets anders. De totale vernietiging van links, de totale vernietiging van burgerlijke vrijheden, dat is echt wel iets anders dan een rechtse regering onder leiding van Rutte, hoe vervelend dat ook is. Mm-hmm. Hitler kon dat alleen maar doen door zijn eigen macht ook op straat, door die knokploeg. En ik denk dat het heel terecht is dat in de marxistische traditie, in de marxistische analyse, zo altijd is gezegd van die knokploegen, dat de vorm die beweging aanneemt, die is heel erg belangrijk. Maar het is niet het enige aspect. Ik denk dat je zou de parallel kunnen trekken met de vroege antisemitische beweging. Mm-hmm. Bolkestein maakte gebruik van racisme. Rutte natuurlijk ook, maar ik bedoel, Diederik Samsom heeft dat heel erg gedaan. Het etnische monopolie was volgens mij van hem. Ja. Maar dit waren partijen die eigenlijk een heel andere politiek nastreefden. Het was een middel tot een heel ander doel. Bij een Wilders en bij een Baudet is dat helemaal niet het geval. Dat racisme is onderdeel van hun politieke project. Het behoort op de kern van wat zij doen. En ik denk dat te maken heeft gewoon met klassenperspectief. Dus de VVD is uiteindelijk een partij die staat voor de belangen van het grote kapitaal. De PvdA is een partij die stemmen wil van werkende mensen, maar uiteindelijk de belangen van het grote kapitaal nastreeft. Wilders, die kan hem gestolen worden. Weet je, die staat voor de kleine ondernemer. Een FVD ook. Dus die zijn in de ogen van dus rechts
onverantwoordelijk, et cetera. Eigenlijk op dezelfde manier waarop die focusje antisemieten vanaf de jaren 1890 dat ook waren. Mm-hmm. Ik denk dat dat je dat onderscheid kunt maken op basis van klasse tussen extreem rechts en, mm-hmm. en gewoon rechts of de rest van de politiek. Als je het hebt over fascisme, dan zijn inderdaad de specifieke vorm van die beweging is belangrijk. Je kunt niet zeggen van, en dat proberen sommige wetenschappers wel, maar je kan niet zeggen van oké, deze eigenschappen van een fascistische ideologie zijn er en als je daaraan voldoet dan is het fascisme. Mm-hmm. Wat er namelijk, als je naar de geschiedenis kijkt, hè, de nazi-partij, heel veel van de ideeën die zij hadden, werden ook gedeeld bijvoorbeeld door de Duitse Nationale Volkspartij. Dat bleef uiteindelijk een conservatieve partij. Die waren heel antisemitisch, mm-hmm. die waren vol complottheorieën, die waren tegen de democratie, die wilden ze ook afschaffen. Maar ze waren niet echt fascistisch. Als je kijkt naar Hitler en de NSDAP, die waren wat dat betreft eigenlijk ten opzichte van andere volksgroepen ook wat minder recht in de leer. Mm-hmm. Dus Hitler, eigenlijk die volksbeweging was heel erg antichristelijk. Maar ja, Christus was volgens de meeste mensen althans een Jood. Mm-hmm. Volgens Chamberlain trouwens niet, was het een Ariër, maar goed, maakt verder niet uit. Maar dat christendom, werd juist in de volkische traditie gezien als de bron van al het kwaad. Want die barmhartigheid, mm-hmm. ja, dat zette juist de deur open voor die buitenlanders die de boel en de joden die de boel aan het overnemen waren. We moesten juist niet barmhartig zijn. Hitler die snapte dat ageren tegen dat christendom, ondanks dat dat helemaal in lijn was met die volkische ideologie, dat vanuit zijn machtspolitiek helemaal niet handig was. Dus eigenlijk was hij veel minder, wat dat betreft, recht in de leer. Veel pragmatischer, veel meer een machtspoliticus. En dat had hij veel meer van Mussolini geleerd, wat dat betreft. Hetzelfde geldt voor zijn hele strategische project. Na de putsch van 1923 ging hij natuurlijk min of meer een soort van gevangenis in. Daar heeft hij zich kostelijk vermaakt, Mein Kampf geschreven. Maar daarna heeft hij eigenlijk heel duidelijk gezegd, en dat was gemeend, van ik ga niet nog een keer proberen om een machtsgreep te plegen of iets dergelijks. Ik kom alleen maar aan de macht met steun van de machthebbers. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. Uiteindelijk is hij tot bondskanselier benoemd. En moest hij even op audiëntie komen bij de legerleiding en bij de grote industriëlen, waar hij vervolgens de zegen van kreeg. Maar dat zorgde dus wel voor zijn conflicten met de SA, waar veel meer de ideologische figuren in zaten, die hij dus ook heeft uitgeschakeld op het moment dat hij aan de macht was gekomen. De nacht van de lange messen, dat hij de SA eigenlijk de opdracht gaf om de SA-leiding om de SA-leiding uit te schakelen. Dus wat dat betreft klopt het dat je niet zomaar kan zeggen van op basis van die ideeën is iedereen die dat aanhangt is een fascist. Het heeft veel meer te maken met de vorm die die beweging aanneemt. En dat is dus echt een kleinburgerlijke beweging, dus niet zomaar een rechtse beweging, maar echt een kleinburgerlijke beweging die echt een massakarakter aanneemt. En dat is voor mij fascisme. Ik denk die knokploegen die zijn belangrijk, maar want dat geweld dat speelt een rol en die terreur speelt een rol. Maar wat je nu ziet is dat die terreur op andere manieren al plaatsvindt. Kijk naar de demonstratie op de Dam voor Black Lives Matter, waar Akwasi een speech houdt recht uit het hart. En vervolgens gaat het nergens anders meer over dan dat hij iets heeft gezegd over Zwarte Piet. En hij wordt bedreigd, et cetera, et cetera. En hij wordt gewoon getarget om een voorbeeld te stellen. Want als je je uitspreekt tegen racisme, dan maken we je kapot. En dan niet door knokploegen, maar gewoon door je publiekelijk aan te vallen en dat soort dingen. Nou, hetzelfde zie je dus überhaupt in die hele hetze rond die demonstratie. De demonstratie had niet mogen plaatsvinden. De jongere burgemeester in Amsterdam die had gezegd van het neerhalen van die
van die standbeelden, hè, van de slavendrijvers, et cetera. Dat was een uitstekend idee. Die werd ook meteen getarget, moest ontslagen worden, et cetera, et cetera. Dus dat is al een terreurcampagne om iedereen die links is, het zwijgen op te leggen, gewoon door terreur. Dat gebeurde vroeger door de knokploegen. Maar het gebeurde ook in die tijd, bijvoorbeeld door de Hitlerjugend, weet je wel. Het was niet alleen dat jij in elkaar werd geslagen als je links was. Het was ook dat je kind werd gepest op school. Ja? Dus ik denk niet dat je zomaar kan zeggen dat zeg maar dat het een soort van aan-uitswitch is. Weet je wel, dat pas op het moment dat Hitler zei, we richten de SA op, dat toen was het fascistisch. Ja, zo werkt het niet. En ik denk dat in het geval van Forum voor Democratie kun je zeggen, die baseren zich op een ideologie, heel, heel duidelijk, die ten doel heeft om een nieuwe fascistische beweging op te bouwen. En om tactische redenen is hij nu niet bezig met het opzetten van knokploegen. Maar dat zijn tactische redenen. Hij zijn geestverwant Dries van der Langenhoven, die doet dat wel. Die was de gast op zijn zomerkamp. Die was de gast op een van zijn bijeenkomsten. Richard Spencer in de VS, die doet dat wel. Identitaire groepen, die doen dat wel. Dezelfde ideologie, net wat andere tactiek. Dus ik denk wat dat betreft dat je kunt spreken van een neofascistisch project, niet over een fascistische partij in de klassieke zin van het woord. En dat wil dus ook zeggen dat je die niet op dezelfde manier moet bestrijden als je klassiek fascisme bestreden hebt of werd bestreden. Je kunt nu niet zeggen van het belangrijkste is de fysieke zelfverdediging, wat het toen wel was. We moeten ons organiseren, we moeten zorgen dat we het aanvallen van die knokploegen afslaan. Dat is niet wat er nu gebeurt. Wat we wel moeten doen, is die beweging confronteren. Is daar naartoe gaan, is protesteren, duidelijk maken wat dit voor een groep zijn. En ook de confrontatie opzoeken. Omdat op het moment dat je dat al doet, valt het masker af. Hey, je zag het nu in Den Bosch. Ze waren een zogenaamde krantje aan het uitdelen. Huiveringwekkend krantje, waarin ze dus beloven om door middel van deportaties huizen beschikbaar te stellen voor Nederlanders. Dat is een beetje wat daar mede in staat. Mm. En dan komt een kunstenaar, die houdt een onschuldig bordje met papier hier op. Die wordt door twee beveiligers van FVD opgepakt, op zijn knieën gedwongen en 20 minuten lang vastgehouden. Dat is op geen enkele manier legaal. Dat is een grof schandaal dat gebeurt. De man staat in zijn volste recht om zich te verdedigen tegen dat soort tuig. Maar dit is knokploegen, weet je, politiek. En dat masker dat valt af op het moment dat je ze confronteert. En ik denk dat een van de dingen is die we wat dat betreft moeten doen. Ik denk dat we langzaam naar een afsluiting kunnen. Het laatste deel nu nog kunnen hebben over eigenlijk een beetje een toekomstperspectief, vooral voor een partij als Forum voor Democratie. Hè. Gezien deze situatie waar we ons nu in bevinden, natuurlijk een uitzonderlijke situatie omtrent de coronamaatregelen, de coronapandemie die speelt, maar ook de economische gevolgen die het heeft. Veel ondernemers zie je nu tegenwoordig in het nieuws komen die ook daadwerkelijk, een aantal van hen zullen ook failliet gaan natuurlijk door het feit dat ze hun bedrijfje op slot moeten gooien en nu langzamerhand mogen bepaalde weer open, maar veel ook niet. Wat is het? Bowlingbaan en dergelijke. Daar gelden weer andere regels voor. Dus er is ook sprake van problematiek onder die ondernemers. Tegelijkertijd zien we hoe bepaalde burgerrechten, democratische basis, grondrechten eigenlijk pogingen worden ondernomen om die in te perken. We hebben een spoedwet nu mee te maken die bijvoorbeeld het makkelijker maakt om bijeenkomsten of samenscholingen en dergelijke. Dus moet je denken aan demonstraties, aan betogingen om dat te verbieden. Ja. Wat in zo'n klimaat, hè, waarin de economische problemen zich eigenlijk nog erger en scherper aandoen dan, laten we zeggen, pakweg 20 jaar geleden. Wat is dat voor klimaat voor een bedrijf als een neofascistische
Over een partij met een neofascistische ideologie. Ja, nou, dat verandert nogal wat. Weet je? Ik denk dat je een jaar geleden kon je zeggen van... dit is een partij die zich oriënteert op het fascisme. Mm-hmm. Maar de omstandigheden zijn heel erg anders. Zijn onvergelijkbaar met de jaren 30. En dat is natuurlijk op dit moment nog steeds het geval. Maar je ziet nu een aantal dingen op een aantal punten dat die gelijkenissen meer opgaan. En onder andere als het gaat om de paniek bij groepen kleine ondernemers. Je zag het bij de boeren, hè, de boerenprotesten, die toch denk ik een onmiskenbaar fascistoïde dynamiek aannamen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal fascisten waren, zeker niet bewust. Maar ze namen wel een fascistoïde dynamiek aan. Hè. Dus, heel aanvallend, weet je, ook richting het RIVM, complottheorieën, dat allemaal. Gewoon het doordrammen van hun belangen, of althans zoals ze die zagen. Want ze keerden zich niet tegen de grote veevoerproducenten of wat dan ook. Ze keerden zich met name tegen de klimaatwetten. Sinds de coronacrisis zie je dat soort dingen inderdaad bij andere groep ondernemers. De kroegbazen, die ook gewoon eigenlijk dreigden van, als Rutte niet zegt dat het mag, dan gaan we vanzelf open. Strandtenteigenaren. En dat zijn groepen die, dus de kleine burgerij, traditioneel de sociale basis voor het fascisme. Nu ook heel duidelijk groepen die gelieerd zijn aan FVD en die ideologie, die neofascistische ideologie als zoete koek slikken. Dus dat verandert wel iets. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is voor de komende periode. Tegelijkertijd zie je ook dat internationaal dit soort groepen hele grote problemen hebben als het gaat om straatorganisatie. In Oostenrijk en in Duitsland is dat wel geprobeerd door FPÖ en AfD om massademonstraties te gaan organiseren en dus ook daadwerkelijk controle over de straten gaan opeisen. Ja, dat is gewoon niet gelukt. Hooguit een aantal duizend mensen die al heel gauw door antifascistische mobilisaties werden overschaduwd. Hè. Berlijn hebben ze geprobeerd, AfD geprobeerd om een grote demonstratie te organiseren. Ja, dat werden maar 5000 mensen. Maar 5000 mensen die geconfronteerd werden door 70.000 tegendemonstranten. En eigenlijk gewoon de stad uitgebonjourd werden onderluid gescandeerd. Dus dat is heel erg een lastigheid voor dit soort groepen. Voor Baudet zal dat nog meer het geval zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat je hier geen breder extreem rechts hebt. Het zijn kleine neonazi-groepjes. Er is wel gezegd dat Baudet vroeger sprak op bijeenkomsten van Identitair Verzet. Dat wordt beweerd door de leider van Identitair Verzet. Of dat nou waar is of niet. In ieder geval, hij kan niet zo'nzelfde arbeidsdeling aangaan zoals je in Duitsland, in Frankrijk, dat soort landen ziet. Waar de meer parlementaire partijen eigenlijk zich meer met politiek bezighouden. En met ideologie en met het publieke debat. En ze de identitaire groepen meer voor het straatgeweld laten. Achter de schermen blijkt er nog altijd een enorme verstrenging te zijn. Hè? Dus Al Jazeera heeft een interessante documentaire gemaakt, Generation Hate, die dat heel duidelijk laat zien hoe Front National, nu Rassemblement National, helemaal verstrengeld is met Generation Identitaire. Het is nog moeilijker uit te spreken dan Baudet. Ja, ja. Maar in ieder geval, die banden liggen er. Ja, hier in zat Nederland. Dat is de FPÖ in, wat is het, IBO? De Oostenrijkse variant. Ja, precies. Dus waar dus de minister, de FPÖ-minister, nog heeft getraineerd dat bij Martin Selner, de leider van de identitaire, de huiszoekingen plaatsvonden, omdat hij banden had met de moordenaar uit Christchurch. Dus dat is nog een hele grote uitdaging. En, weet je, dit is een kleine anekdote, maar ik zag een filmpje van een of andere rechtsextremist, die kwam filmen bij een protest in Maastricht, Black Lives Matter protest in Maastricht.
Ja, die stond een beetje te schuimbekken over dat het allemaal zo'n schande was. Maar een van de dingen die hij zei was van, ja, kijk eens hoeveel mensen in 2 dagen tijd, dat kan helemaal niet. Ze zullen wel worden betaald door George Soros of zo'n soort van idee. Ja, dat zeg je niet als jij, weet je wel, hoe schrikbarend, weet je wel, wijdverbreid het fascisme ook is. Mm. Op straat stellen ze geen reet voor. En stellen de antiracisten veel meer voor op dit moment dan dit soort groepen. En dat is maar goed ook. Want als zij een rol van betekenis gaan spelen, dan wordt het heel problematisch. Dus dat is één. Ik denk wel dat we in een situatie, weet je, dat de situatie veel gevaarlijker wordt. Maar ook niet dat er een soort van fascistische machtsovername nu voor de deur staat of iets dergelijks. Ik denk veel meer dat het gevaar kan zijn dat je neofascisten in een regering krijgt. Daar zijn voorbeelden van, recente voorbeelden van, en die zijn al ernstig genoeg. Hè? Kijk naar Brazilië, wat daar nu gebeurt. Bolsonaro is een neofascist. Is niet iemand die leiding geeft aan een echte fascistische partij. Brazilië is niet een fascistisch land zoals Duitsland dat was. Maar, goed. Kijk nu wat er gebeurt als het gaat om de Amazone, als het gaat om de zogenaamde criminaliteitsbestrijding in de favela's, als het gaat om het niet bestrijden van het coronavirus omwille van de economie, dat is heel, heel zorgwekkend. Oostenrijk, waar de FPÖ in de regering zat, zag je dat nog op grotere schaal. Wat daar is gebeurd, is dat er politieinvallen zijn geweest. De FPÖ heeft heel bewust gekozen om ministerposten te pakken waar ze controle kregen over de veiligheidsdiensten. En ze hebben de politie bijvoorbeeld gebruikt, of althans een speciaal opgezette elite-eenheid binnen de politie gebruikt, om invallen te doen bij de veiligheidsdiensten en bewijsmateriaal tegen extreemrechtse groepen te ontvreemden. Dus dat soort dingen vonden plaats. En er werd toen ook heel duidelijk geprobeerd om, dus werd zo'n elite-groep onder de politie opgericht. Maar vervolgens werd er ook heel erg georganiseerd rondom een soort van aan de FPÖ gelieerde vakbonden voor politieagenten. Dus ook om de politieke kant, de politieke organisatie van de politie te organiseren. Dus echt binnen de staat zelf, binnen de repressieve elementen van de staat zelf, een fascistische vleugel te gaan organiseren. Dus ik denk dat soort dingen, dat kun je verwachten. En natuurlijk waren dit het soort van groepen die, ja, als het gaat om etnisch profileren, wat er in Nederland gebeurt als het gaat om racisme en politiegeweld, is natuurlijk niks vergeleken met wat je kan verwachten op het moment dat een extreemrechtse beweging die agenten gaat organiseren op een politieke basis en gewoon vrij spel geeft. En dat is in zekere zin wat je al een beetje in de VS ziet. En door Trump die eigenlijk zegt van de politie de vrije hand geeft. Dus ik denk wat dat betreft, ondanks dat we niet, zoals in Duitsland, weet je wel, het gevaar lopen op de totale vernietiging van links onze vrijheden, etnische zuiveringen, dat toch die dreiging heel groot is. Die grotere bedreiging die speelt zeker op de achtergrond. Maar ik denk dat wat heel erg belangrijk is dat we in Nederland beginnen met het serieus bestrijden van racisme en extreem rechts. En echt de verschillende groepen die daar belang bij hebben, dat zijn er heel veel, samen gaan brengen rond dat idee. Dus feministisch links, de klimaatbeweging, de antiracismebeweging, de vakbeweging, dat soort groepen echt te winnen voor een strijd tegen extreem rechts. Dat is potentieel een veel, veel grotere groep dan waar extreem rechts potentieel op kan leunen. Maar het is echt heel belangrijk dat veel meer versmelt. Maar ten tweede, wat denk ik ook heel belangrijk is de politieke vertaling van de belangen van de overgrote meerderheid van de mensen. Onze levensstandaard van een gewoon gezin is de afgelopen 40 jaar gestagneerd. Dat soort dingen allemaal. Werk is flexibeler geworden. Nou, goed, onze generatie en zeker de generatie na ons. Het kopen van een huis is heel, heel lastig. Een vaste baan is heel lastig. Allerlei punten in je leven merk je gewoon dat er allerlei rechten zijn uitgefaseerd. Mede omdat links heeft zitten slapen. En ook nu
slaagt parlementair links er niet in, en nu überhaupt de linksbeweging in een bredere zin, om echt een maatschappelijke kracht te zijn die uitgaande van de belangen van de grote meerderheid een linkse politiek over het voetlicht brengt. En een van de hele grote problemen, denk ik, daarin is dat de angst om extreemrechts te confronteren, de angst om racisme te confronteren, de angst om je onomwonden uit te spreken voor feminisme, voor LHBT, emancipatie, seksuele bevrijding, noem het allemaal maar op. Echt vanuit een soort van bekrompen idee van we moeten de meerderheid aanspreken als een soort van abstracte entiteit, in plaats van dat je begrijpt dat je de meerderheid moet organiseren door heel veel verschillende van die groepen samen te brengen en te duidelijk te maken dat je onderling solidair kunt zijn. En dat de voorwaarde daarvoor is dat je niet alleen maar zegt van jullie moeten bij ons komen, want dat is in belang. Maar dat je zegt dat wij voor jou vechten, vecht je niet voor mij. Dat is eigenlijk de basis van solidariteit. Ik denk dat met die taken die er voor links liggen in de toekomst, dat we mooi kunnen afsluiten. Deze marathon sessie, dat wil zeggen. We hebben nog een hoop te doen, jongens. Niet vanavond, maar... Over de neofascisme en over de neofascistische wortels van Forum voor Democratie. De mensen die hierbij zijn blijven hangen, ik wil jullie ook vooral wijzen op de krant die we elke maand uitbrengen, de Socialist, waarin onder meer analyses van Forum voor Democratie te lezen zijn, maar ook natuurlijk veel meer dan alleen dat, over antiracisme, over de vakbond. Elke maand verschijnt de krant, dus voor meer informatie daarover, kijk vooral op onze website www.socialisme.nu. Ook in de beschrijving van deze video vind je voor de rest ook links en bronnen die we zo al hebben aangehaald terug. Dus wil je wat meer lezen, wat meer weten over de werken die we hier onder andere hebben liggen, kijk vooral... Sla deze over. Sla die wel over, maar kijk vooral naar de beschrijving. En dan wil ik vooral Jeroen heel erg bedanken. En... deze bij ons willen zelf sluiten. Top. Fijne avond. Fijne avond.